De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Segers, Volp en Kooijman tot strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel. Kamerstuk 34091. Ik heet welkom in vak K de initiatiefnemers. Mevrouw Kooijman, mevrouw Volp, meneer Segers. Ook de medewerkers, de heer Vedder en mevrouw Wiskerken. Van harte welkom. En tevens heet ik daar welkom de minister van Veiligheid en Justitie in zijn rol als adviseur van de Kamer. Ook u allen van harte welkom, eveneens het publiek, de ambtelijke ondersteuning en allen die dit programma via andere kanalen volgen. Ik geef het woord aan de eerste spreker en alle sprekers hebben aangegeven ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Nou, dus prima. Er kan onbeperkt geïnterrumpeerd worden. Dat is niet verplicht, zeg ik erbij. Voor de orde zou ik wel met u willen afspreken dat interrupties in tweeën plaatsvinden. Vraag, vervolgvraag. Dat voorkomt dat we eindeloos interruptiedebatten rekken. Met uw welnemen zou ik deze orde van de vergadering willen handhaven. Dan is nu als eerste het woord aan mevrouw Van Tongeren. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Sorry. Dank u wel, voorzitter. Als eerste natuurlijk grote waardering voor de initiatiefnemers. Het recht van initiatief is een belangrijk instrument in de handen van een krachtig parlement. En uiteindelijk is het schrijven en verdedigen van een wetsvoorstel ongelooflijk veel werk voor Kamerleden en hun ondersteuning. Dus daarvoor de complimenten van GroenLinks. Het siert de initiatiefnemers dat zij concreet willen bijdragen aan de lotsverbetering van slachtoffers van mensenhandel die in de prostitutie worden uitgebuit. Maar het is voor GroenLinks wel een dilemma of je deze slachtoffers uiteindelijk het beste dient met strafbaarstelling van de klanten. Van verschillende zijden, vooral door vertegenwoordigers van de beroepsgroep zelf, wordt gevreesd dat door de voorgestelde strafbaarstelling uiteindelijk minder signalen van misbruik worden opgevangen. SOA AIDS en Rutgers bijvoorbeeld roepen op niet in te stemmen met dit wetsvoorstel, omdat zij bang zijn dat het averechtse gevolgen zal hebben. In Zweden is een totaalverbod ingevoerd, maar dat draagt volgens Rutgers niet bepaald bij aan de bestrijding van uitbuiting. Ik vraag de indieners daarom vooral nog eens uiteen te zetten hoe dit initiatief wetsvoorstel in de praktijk zal bijdragen aan een hoger beschermingsniveau. Want ik denk dat dat kamerbreed gedeeld wordt, dat dat de intentie is van iedereen. Dat de uitbuiting vermindert en dat er een hoog beschermingsniveau is voor mensen in deze beroepsgroep. GroenLinks gelooft dat het gewenste hogere beschermingsniveau mogelijk niet geboden kan worden door de strafwetgever, maar alleen door intensivering van handhaving kan worden bereikt. En daarnaast, en dat vindt GroenLinks al een hele tijd, is dat er ook serieus werk gemaakt moet worden van emancipatie van de sekswerker die daar bewust voor kiest. Gek genoeg zijn dat de twee uitgangspunten die al sinds de opheffing van het bordeelverbod in het prostitutiebeleid in Nederland centraal zouden moeten staan. Deze wet zou een strikte scheiding teweeg brengen tussen legale, dus veilige, goed gecontroleerde, en de illegale, mogelijk onveilige, verboden en uitbuitende prostitutiebranche. GroenLinks was destijds een groot voorstander van de opheffing van het bordeelverbod. Het is tijd voor nieuwe regels die passen bij het inzicht dat legale prostitutie uiteindelijk werk is. En daarom ook, voor zover dat mogelijk is, en met oog voor de bijzondere risico's, zoveel mogelijk genormaliseerd zou moeten worden. Dat was ons ideaal. En ons ideaal is nog steeds een legale prostitutiebranche waarin de sekswerker de regie houdt over de wijze waarop zij of hij het werk verricht. Daar is het niet van gekomen. De vraag is echter of dat nou de schuld is van de opheffing van het bordeelverbod. Het Nederlandse prostitutiebeleid heeft wat GroenLinks betreft onvoldoende ingezet op de emancipatie van de sekswerker. Dan leidt dat tot een interruptie van de heer Voorwinden. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Even terug naar een aantal regels.
Even terug naar een aantal regels van mevrouw Van Tongeren die gingen over of dit nu de meest effectieve manier is om uiteindelijk die prostituee te beschermen en uit handen van zo'n mensenhandelaar te houden. Hè. Ik denk dat we inderdaad daar het breed over eens zijn. Maar we hebben natuurlijk ook in de schriftelijke beantwoording in het wetsvoorstel zelf ook gezien dat de Nationale Rapporteur Mensenhandel, het OM, allerlei instanties eigenlijk het bij de wetgever hebben neergelegd van alsjeblieft help ons nou, maak het nu duidelijker in de wet, zodat wij meer handvatten hebben om uiteindelijk tot een normstelling te komen en uiteindelijk ook tot een bestraffing van de prostituant, waar weer een hele duidelijke signaalwerking van uitgaat om te voorkomen dat ze misbruikt worden. Wat vindt u van die overwegingen? Mevrouw Van Tongeren. Ja, dat is natuurlijk de balans. Hè. Denk je dat het voornamelijk symboolwetgeving wordt waarmee, hè, stel dat het de Eerste en de Tweede Kamer doorkomt en het is van kracht. Kan het Openbaar Ministerie dan daadwerkelijk daar mensen mee veroordelen? En heeft dat dan ook een werking op de rest van de klantengroep en vervolgens op de mensenhandelaars? En betekent dit ook, want dat is, staat wel verderop in mijn tekst, maar ook een zorgpunt van GroenLinks, of iemand die dan de slachtoffer van mensenhandel, prostituee, of als zij gaat getuigen, of zij dan ook een mate van beveiliging krijgt, of dat zij rechtstreeks terug kan naar Bulgarije, Roemenië, of waar zij dan ook vandaan komt. Want dan vervang je eigenlijk één onveilige situatie weer door de volgende. Dus dat zijn een aantal van de zorgen. En de reden waarom wij ook nog geen duidelijk standpunt hebben, dat zal aan het eind van mijn verhaal ook blijven, is juist ook omdat aan de ene kant wordt gezegd, doe dat niet, want het heeft allemaal deze nadelige gevolgen. En aan de andere kant wordt er gezegd, het kan wel degelijk helpen. Ik denk dat prostitutie sowieso ongelooflijk ingewikkeld is. Ik zelf ken geen land ter wereld waarvan ik denk, als we nou dat systeem overnemen, ja, dan hebben we 90-95% van de problemen, procent van de problemen gedekt. Vervolgvraag van de heer Voor de Wind. Dank u wel, voorzitter. Ja. Even terugkomend, hè, want uiteindelijk willen we tot meer meldingen, tot het oppakken van die mensenhandelaren, tot het beschermen van die prostituees die daar gedwongen zitten. Dat willen we inderdaad allemaal. Ja. Maar de mensen die met hun poten in de klei staan, die dus op het werkveld zitten, die geven de initiatiefnemers, zoals ik heb begrepen, het verzoek van help ons nu, zodat wij meer meldingen kunnen krijgen, zodat we in de wet ook hele duidelijke voorbeelden kunnen geven waar men dan op moet letten, zodat het duidelijker wordt in welke situaties er nu sprake is van misbruik, van gedwongen prostitutie, van de grip van mensenhandelaren. Als die signalen nu duidelijker in de wet staan, vindt u dan ook niet dat dat zou kunnen leiden tot meer meldingen? Mevrouw Van Tongeren. Nou ja, aan de andere kant zijn er bij onze fractie in elk geval evenveel signalen binnengekomen van mensen rechtstreeks uit de beroepsgroep die zeggen van dit gaat averechts werken, dit gaat betekenen dat nog meer uitzicht, illegaliteit in en nog meer dreiging en angst voor uitbuiting. Dus wij hebben geen eenduidige signalen binnengekregen van de beroepsgroep, maar duidelijk beide kanten. En degene die wel heel duidelijk is, voor zover ik het weet, is het Openbaar Ministerie. Maar als je al ziet hoe moeilijk het is om veroordelingen te krijgen voor mensenhandel, of zelfs om stevige veroordelingen te krijgen waarbij het heel duidelijk is, hè, meisjes onder de 16, om daar een stevige veroordeling iets meer zijnde dan een taakstraf uit te krijgen, is ook al heel moeilijk. Dus ik zit met een hele bak gemengde signalen. Dank u wel. Dan is mevrouw Gesthuizen nu in de gelegenheid om een interruptie te doen. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik begrijp van mevrouw Van Tongeren dat er redelijk wat signalen zijn binnengekomen vanuit de prostitutiebranche. Ik vraag me af of mevrouw Van Tongeren of de GroenLinks-fractie ook signalen heeft gekregen van slachtoffers van mensenhandel. Mevrouw Van Tongeren. Ja, voorzitter. Ik heb zelf een centrum voor slachtoffers van seksueel geweld opgericht. Ik heb in een blijf van mijn lijf gewerkt en ik heb in vluchtelingenopvang gewerkt. Dus ik ben op al die plekken helaas vrij veel slachtoffers ook van mensenhandel tegengekomen. Dus daar, vanuit die groep heb je ze ook. Maar het is niet eenduidig. Het is niet dat de hele prostitutiebranche zegt van deze regel willen wij graag, want het wordt beter. Terwijl als je met legale prostituees praat, zeggen zij ook, ja, wij willen ook graag dat de excessen uitgebannen zijn. Dus dat probeerde ik ook in mijn tekst te zeggen. Dat die twee uitgangspunten, het emanciperen van de legale sekswerker en het tegengaan van de uitwassen, iets is wat wij volgens mij allebei delen.
Vervolgvraag van mevrouw Gesthuizen. Ja, voorzitter, dat is een lang antwoord op een vraag die ik stelde, wat eigenlijk geen antwoord is. Ik vroeg heel simpel naar of de GroenLinks-fractie ook signalen had gekregen van slachtoffers van mensenhandel. En ik geloof best dat mevrouw Van Tongeren heel ervaren is, ook in haar werkzaamheden voordat ze Kamerlid werd. Maar voor mij zit hier wel de kern van het probleem. Want ik geloof best wel dat we de gewone prostituees de kans willen geven om hun normale, legale beroep in Nederland uit te oefenen. Maar we hebben het niet over prostituees vanavond. We hebben het niet over prostituees. We hebben het over de slachtoffers van mensenhandel. En dat zijn geen prostituees. Mevrouw Van Tongeren. Ja, ik hoorde daar vooral een statement over de definitie die gehanteerd wordt voor de groep waar we het nu over hebben. Maar zoals ik het begrijp, gaat dit toch echt over mensen die gedwongen worden in de prostitutie te werken. Interruptie van de heer Van der Staaij. De SP vindt dat je dan de term slachtoffers van mensenhandel moet gebruiken. Gaat uw gang. Voorzitter, een vraag aan mevrouw Van Tongeren. Ik begrijp als zij zegt van nou, dus even afwachten of dit echt gaat helpen. Maar wat ik niet goed begrijp is dat ze bijna suggereert, nou ja, het zou ook wel eens verkeerd kunnen uitpakken. Kan ze dat toch toelichten? Mevrouw Van Tongeren. Nou, als je in deze Kamer wetgeving aanneemt waarvan je wilt dat het echt wat gaat doen, dat je echt zegt van en nou is het afgelopen en we gaan het echt aanpakken. En na 6 maanden komt de eerste zaak van het Openbaar Ministerie en die haalt het niet. En het wordt 6 maanden later nog een keer geprobeerd en die haalt het niet. Dan heb je een averechts effect bereikt. Dus dat willen wij ook graag meer helderheid krijgen van de indieners. Waar zij op baseren dat dit echt zou helpen om de excessen in te dammen. En de legale sekswerker het werk te laten doen. Vervolgvraag van de heer Van der Staaij. Dan begrijp ik de redenering van mevrouw Van Tongeren. Maar is dat niet juist niet een goede beschrijving van de praktijk nu? Dat het nu zo lastig aan te pakken is omdat de delictsomschrijvingen onvoldoende specifiek zijn. En dat dat precies het probleem is wat juist met dit wetsvoorstel dus opgelost kan worden. Mevrouw Van Tongeren. Dat eerste deel ik volledig. Dat tweede moet ik mij nog van laten overtuigen. Helder. Mevrouw Van Tongeren vervolgt haar betoog. Dan hoop ik dat ik nog weet waar ik was. U vindt het vast. Ja. Volgens mij was ik bij ons ideaal voor de legale prostitutiebranche. Tegelijkertijd heeft het afhoudende lokale overheidsbeleid, veel gemeenten wilden geen of het liefst zo min mogelijk legale bordelen binnen de gemeentegrenzen, heeft dat beleid van die gemeente niet bijgedragen aan de ontwikkeling van de branche. Prostitutie is voor GroenLinks geaccepteerd werk, maar geen gewoon werk. Sekswerkers staan soms bloot aan agressie en uitbuiting. Sommige prostituees zijn onder valse belofte of bedreiging in het werk beland. En zeker zonder verblijfsvergunning ligt uitbuiting op de loer. Dit soort misstanden moet bestreden worden, maar laten zich moeilijk bestrijden. Slachtoffers zelf stappen niet makkelijk naar de politie en signalen worden niet snel opgepikt. Misschien moeten we, los van dit initiatief en de door het kabinet aangepaste wet misstanden prostitutiebranche, nu eens echt werk maken van emancipatie van de sekswerkers en het krachtig aanpakken van de misstanden. Wij roepen de overheid ertoe op om initiatieven van prostituees te steunen, om voor hun belangen op te komen, uitstapprogramma's te faciliteren en de opsporing en vervolging van mensenhandel te intensiveren. Graag van de bewindspersoon die hier in de functie van adviseur aanwezig is, op een geëikt moment een perspectief hoe hij dit in de praktijk zal vormgeven. En daarnaast zouden wij op enig moment ook graag een reactie van de adviseur van deze indieners op het voorstel van SOA AIDS en Rutgers hebben om de samenwerking van opsporingsdiensten te intensiveren. Eerdere campagnes van Meld Misdaad Anoniem leiden naar verluid tot een stijging van het aantal meldingen met 121%. De politie kon op heel veel van die meldingen verder doorrechercheren. Het verlaagt de drempel voor klanten om vermeende misstanden te melden, zonder zelf in de problemen te komen. Daarnaast horen we graag of het gestelde oorzakelijke verband aanwezig is tussen het afnemende aantal vergunde werkplekken en de toenemende misstanden. Moet dat aantal vergunde werkplekken niet juist toenemen in plaats van afnemen? Op een vergunde werkplek heeft de sekswerker immers eenvoudige toegang tot toezicht, controle en handhaving. Dan een juridisch punt van aandacht. De initiatiefnemers willen de prostituant, de klant, strafbaar stellen als hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden met dergelijk misbruik van doen te hebben.
Met de Raad van State vraagt GroenLinks zich af of het in het initiatiefwetsvoorstel niet volstaan moet worden met de strafbaarstelling van de opzettelijke variant. Dus daar horen wij graag van de indieners van waarom zij voor deze variant gekozen hebben. Wie weet heeft de uitbuitingssituatie waarin de prostituee verkeert zit goed fout. Het blijft echter moeilijk te bepalen wanneer de prostituant het slachtofferschap van de prostituee redelijkerwijze moest vermoeden, zo stelt de Raad van State. Daarmee komt de voorzienbaarheid van eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang. En wij vragen ons ook af of de indieners overwogen hebben de vorm van ernstig vermoeden van dwang, om die in het wetsvoorstel op te nemen en wat daar de voor- en nadelen van zouden zijn en de overwegingen daarbij. Wij vragen de indieners ook het commentaar van de Raad van State nog eens in overweging te nemen. Strafbaarstelling onder omstandigheden waaruit niets blijkt van misstanden voert te ver. Misschien moeten de initiatiefnemers de Kamer meenemen in een gedachte-experiment hoe prostituanten moeten handelen voordat ze een peeskamer binnenstappen. Wat voor stappen moeten ze doorlopen, waar moeten ze naar kijken en wanneer kan je daar gewoon naar binnen stappen? Wat vloeit voort uit de door initiatiefnemers veronderstelde onderzoeksplicht van de klant voordat er sprake is van straffeloze betaalde seks? En wat ik al eerder in dat interruptiedebatje zei, wij zouden ook graag weten hoe er aangekeken wordt tegen als dan een slachtoffer van mensenhandel in zo'n zaak getuigt. Gaat zij dan of hij direct de grenzen over terug naar het land van origine? Dat helpt niet heel erg met het verkrijgen van getuigenissen. Wat zou daar dan omheen moeten gebeuren om te zorgen dat je die getuigenissen van slachtoffers van mensenhandel krijgt? Tot slot. Mensenhandel is een van de grootste misstanden die we vandaag de dag nog steeds kennen. Dat vraagt om een doortastende, effectieve aanpak. Voor GroenLinks betekent dat intensieve bestrijding van uitbuitingssituaties en empowerment van de legale sector. Het een kan niet zonder het ander. Op dit moment overheerst echter het vertrouwen in de strafwetgeving. En GroenLinks weet niet of dat vertrouwen geheel op zijn plaats is. Dank u wel, voorzitter. Ook u bedankt. Dan is nu het woord aan de heer Oskam van het CDA. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil ook graag namens mijn fractie de complimenten maken aan de indieners en de medewerkers voor het werk wat dit wetsvoorstel met zich mee heeft gebracht. De CDA-fractie heeft in de schriftelijke ronde haar expliciete steun voor dit wetsvoorstel uitgesproken en daarbij toch ook niet onvermeld gelaten dat het idee oorspronkelijk uit christendemocratische koker kwam. Maar het is niet erg, we zitten hier nu eenmaal en dat is ook goed. Het is goed dat het door anderen zo mooi is opgepakt. Er ligt een goed wetsvoorstel. En ik las in het Nederlands Dagblad vandaag allerlei bezwaren van de VVD-fractie over de bewijsvoering die problematisch zou zijn. Maar laten we gewoon eens nuchter naar dit wetsvoorstel kijken, naar de uitgangspunten van dit wetsvoorstel. En momenteel is het zo dat de klant die weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat een prostituee die ouder is dan 18 slachtoffer van mensenhandel is en bijdraagt en gebruik maakt van die seksuele diensten, bijdraagt aan de instandhouding van een netwerk van uitbuiting en mensenhandel. En die is op dit moment niet strafbaar. Het wetsvoorstel maakt daar terecht een einde aan. En dat is volgens de CDA-fractie een goede zaak. Het sluit ook aan bij de verschrikkingen van mensenhandel, juist en vooral binnen de prostitutiebranche. Er mag meer dan nu het geval is om alertheid en verantwoordelijkheid worden gevraagd binnen de sector en ook van bestraffing van klanten die misbruik maken van met name jonge meisjes. Dit wetsvoorstel pakt strafrechtelijk personen aan die wisten of hadden moeten weten dat ze fout zaten en toch gebruik maakten van die meisjes. Klanten die bij het wegkijken voor de situatie waarin de prostituee zich bevindt, dat is eigenlijk onacceptabel. En de morele afwijzing hiervan middels het strafrecht spreekt onze fractie zeer aan. Een paar korte vragen en dan met name ook aan de minister. Want de indieners hebben zich in de nood en de aanleiding van het verslag minder stellig uitgelaten dan de CDA-fractie over de vraag of bijvoorbeeld een lage prijs voor prostitutiediensten een indicatie kan vormen voor mensenhandel. We zouden daarom graag ook van de minister horen hoe hij dit punt in de opsporingspraktijk van het OM zou willen laten wegen. En zo komt het volgens mij niet expliciet terug in de OM-aanwijzing omtrent mensenhandel. Mijn vraag is, klopt dat? En stel dat deze wet wordt aangenomen, hoe gaan we daar dan verder mee in opsporingsland? De CDA-fractie is ook verder benieuwd naar hoe het in de praktijk gaat wegen, zeg maar, andere signalen van mensenhandel. Initiatiefnemers hebben zich namelijk ook niet expliciet uitgelaten over de situatie dat communicatie niet mogelijk is
tussen de klant en de prostituee. Wat bijvoorbeeld als zo'n prostituee geen Nederlands praat of geen Engels, maar alleen Pools? Is dat dan bijvoorbeeld een indicatie voor mensenhandel? Zo vraag ik de initiatiefnemers, maar ook de minister. En hoe zal het Openbaar Ministerie met dergelijke informatie omgaan bij een overweging omtrent strafbaarheid en mogelijke bewijsverklaring? Dan, voorzitter, de indieners geven ook aan dat hun voorstel los moet worden gezien van het wetsvoorstel van de regering omtrent de regulering van prostitutie. De vraag aan zowel de minister als de indieners is daar toch nog eens op te reflecteren, om daar nog eens op in te gaan. Want de indieners schrijven namelijk in de nota naar aanleiding van het verslag op pagina 4 dat bij het gebruik maken van diensten van prostituees in het vergunde deel van de sector de klant mag aannemen dat de kans dat sprake is van mensenhandel kleiner is dan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het niet vergunde circuit. En het wetsvoorstel van de regering heeft deels als doel een duidelijker onderscheid te creëren tussen het vergunde en niet vergunde deel van de prostitutie. Dus zoals vraag van de CDA-fractie, is het succes van dit initiatiefvoorstel toch niet deels afhankelijk van de aanname van het wetsvoorstel van de regering? Graag een reactie erop en ook hoe bevorderd wordt door de minister en de indieners dat, en dat heb ik ook bij andere Kamerleden wel zo geproefd, dat het wel veel beter is als die beide wetsvoorstellen gezamenlijk de Kamers passeren. Voorzitter, tot slot. En dan kom ik ook bij mijn abonnement. Met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de Raad voor de Rechtspraak is de CDA-fractie het eens dat een wetsvoorstel dat ziet op de bestrijding van misstanden van mensenhandel aansluit bij dat delict mensenhandel. En je kan op twee manieren hiernaar kijken. Je kan zeggen, ja, het zit meer in de sfeer van de verleiding en de jeugdprostitutie. En dan denk ik dat de indieners gelijk hebben met hun strafbaarstelling. Maar wij denken toch dat echt het idee meer die mensenhandel is. En dat sluit ook aan bij wat de Nationaal Rapporteur en de Raad voor de Rechtspraak, het is vrij bijzonder dat de Raad dat zegt, dat die straffen wel hoger zouden kunnen worden. En ik heb toch geprobeerd aansluiting te zoeken bij wat de indieners hebben bedacht. Ze zeiden van ja, bij minderjarigen vinden we het toch erger. Zou je daar onderscheid in moeten maken? Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar ik vind dat het toch nog even wel een tandje strenger kan, zeker ook gelet op de adviezen die we hebben gekregen van de deskundigen. Dus het is zo dat de straffen die nu op mensenhandel staan eigenlijk veel hoger staan. Veel hoger zijn op het kader delict mensenhandel staat een strafbedreiging van maximaal 12 jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Bij de strafverzwarende omstandigheden die zijn genoemd in het derde lid bedraagt de maximale gevangenisstraf 15 jaar en bij zwaar lichamelijk letsel of levensgevaar is de maximumstraf zelfs 18 jaar. In het geval van het feit dat de mensenhandel de dood tot gevolg heeft, is de maximumstraf levenslang of 30 jaar. Nou, dan terug naar het wetsvoorstel. Wij vinden dat het dan toch onvoldoende, als je kijkt naar die insteek van dat mensenhandel, onvoldoende tot uitkomt in de strafhoogte. En wij vinden ook dat door dat wegkijken van klanten voor misbruik de misstanden in deze branche blijven gehandhaafd worden. Dus als je die mensenhandel flink wil aanpakken, nou ja, laat dat dan ook maar terugkomen in de straf. We hebben destijds ook bij het wetsvoorstel van, want ik zie mevrouw Gesthuizen kijken, samen met de heer Van Oosten, hebben we het daar ook over gehad, over toch die afschrikkende werking. Niet dat het wordt opgelegd, maar het is wel een duidelijk signaal dat we het serieus menen. Dus vandaar heb ik in het amendement gevraagd om of voorgesteld om bij meerderjarige slachtoffers het naar 6 jaar op te hogen en bij minderjarige slachtoffers naar 8 jaar. Graag een reactie van de indieners en de minister. Dat leidt tot de interruptie van mevrouw Helder. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, want de Nationaal Rapporteur Mensenhandel concludeert ook in haar laatste rapport dat de straffen voor mensenhandelaren in de praktijk omlaag gaan. Ondanks dat de Kamer nog niet zo lang geleden heeft besloten om die straffen juist wettelijk te verhogen. Dus ik vraag aan collega Oskam wat nou eigenlijk in de praktijk het nut zal zijn van zijn amendement als het wordt aangenomen. Heer Oskam. Ja, voorzitter, ik meen dat net gezegd te hebben. Ik vind dat dat signaal ervan uitgaat dat je zegt van dit is een straf die er maximaal op staat. En we weten in Nederland dat als je een winkeldiefstal pleegt, staat 4 jaar op dat je de geldboete krijgt of een week gevangenisstraf. Dus het is duidelijk in welke hoek plaats je dit. Wij denken dat dit de hoek van mensenhandel is en dat het dan ook een zwaardere straf rechtvaardigt. Vervolgvraag van mevrouw Helder. Ja, voorzitter. Dus collega Oskam neemt genoegen met de signaalwerking die ervan uitgaat, terwijl hij bijna kan vermoeden, bijna zeker kan weten dat in de praktijk niet gaat worden. Heer Oskam. Ja, voorzitter. Als dat zo is, kunnen we het wetboek van strafrecht wel afschaffen. We hebben natuurlijk de scheiding der machten. Het is aan de rechters om te bepalen wat de straf wordt. Wij bepalen de strafmaat of de strafhoogte in de wet. En uiteindelijk moeten de rechters de feiten en omstandigheden wegen en de straf toepassen. Zo werkt het in Nederland. Dank u zeer. U bent
klaar met uw betoog. Dank. Dan is het woord aan de heer Voordewind van de ChristenUnie voor zijn bijdrage. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. En ook ik begin met mijn complimenten uit te spreken aan de indieners, de collega's Segers, Volop en Kooijman. En spreek mijn respect uit voor al het werk, maar ook de medewerkers die daar hard aan hebben meegewerkt. Al het werk wat er is verricht, want ik weet uit eigen ervaring dat dat nogal een hele klus is. Voorzitter, prostitutie is niet normaal en zal het ook nooit worden. Maar er is een periode geweest in Nederland waarbij we dachten dat met de opheffing van het bordeelverbod, met name door de liberale partijen, de seksbranche genormaliseerd zou kunnen worden. Maar misstanden zijn gebleven en ook bij de wetgever dringt dat inmiddels door. Inmiddels zijn er vele aanscherpingen van het artikel in het wetboek van strafrecht tegen uitbuiting en mensenhandel. En er liggen nog 3 wetsvoorstellen ter behandeling voor met als doel de misstanden verder aan te pakken. De wetregulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche ligt nog in de Eerste Kamer. De novelle erop, met onder andere de verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar, behandelen we binnenkort. En nu is daar dus het wetsvoorstel strafbaarstelling misbruik prostituee die slachtoffer van mensenhandel zijn, van de collega's Segers, Volop en Kooijman. Prostitutie is dus niet normaal. Niet in die zin dat het in alle tijden in alle landen voorkomt, maar in de zin dat het wezenlijk anders is dan je lichaam verkopen voor geld. Bijvoorbeeld, het is anders dan een auto verkopen, een huis verkopen, een fiets verkopen. Net zo min is het normaal om je kind te verkopen, of je orgaan te verkopen, of je vrijheid. Voorzitter, het kan wel. Mensen gaan erop in. Ze kopen, zelfs als er een regelrecht verbod is, maar het is niet normaal. Voorzitter, het is dan ook wel die strijd tegen de ogenschijnlijke normaliteit van het zogeheten oudste beroep in de wereld. Die strijd die is ongelooflijk belangrijk. En dat wij op zijn minst de misstanden in de prostitutie met succes moeten willen aanpakken, is dan voor de ChristenUnie duidelijk. En dat staat ons voor ogen. Want hoe normaal is het als er alles op wijst dat de grote meerderheid van de prostituees tegen hun wil in de seksbranche werkt? Interruptie van de heer Van Oosten. Gaat uw gang. Ja, korte vraag van mijn kant. Ik zou graag willen vernemen van mijn collega wat hem het recht geeft om iets normaal te vinden voor wat betreft de keuze van een ander. De vrijwillige, uitdrukkelijk vrijwillige keuze. Wat geeft u dan het recht via de voorzitter om daar iets van te vinden? De heer Voordewind. Voorzitter, los van de hele morele discussie moeten we wel constateren dat na de opheffing van het bordeelverbod er verschillende onderzoeken zijn gedaan, ook de Nationale Rapporteur Mensenhandel, het OM, meerdere mensen die, ook de sociale organisaties die daarin werkzaam zijn, hebben aangegeven dat de meerderheid in de prostitutiebranche daar gedwongen zit, op een of andere manier een vorm van dwang meemaakt. Dan kan je volgens mij niet staande houden dat het beroep prostitutie een normaal beroep is. Vervolgvraag van de heer Van Oosten. Ja, ik denk dat we er niet uitkomen. Maar al zou het waar zijn wat u stelt, dan nog, wat maakt dan dat u het recht heeft om dan voor die kleine minderheid, en of dat dan zo is, weet ik natuurlijk ook niet, net als u dat niet exact weet, maar die kleine minderheid die er misschien wel uitdrukkelijk uit vrije wil voor kiest om economisch zelfredzaam te zijn door haar of zijn lichaam te verkopen aan een ander, wat geeft u nou het recht om te menen dat dat niet normaal is? Heer Voordewind. Voorzitter, waar we hier over spreken is een wetsvoorstel om de slachtoffers van mensenhandel aan te pakken. En dat is de kern van de zaak. En als we constateren met elkaar dat er zoveel dwang plaatsvindt in die seksbranche, dan hoop ik dat we met elkaar alles in het werk stellen om de meldingen te vergroten, om de prostituees te beschermen en om de mensenhandelaren aan te pakken. En vandaar mijn opmerking de stelling ook dat prostitutie niet normaal was, is en zal zijn. Interruptie van mevrouw Bensen. Ja, voorzitter. De Nationaal Rapporteur maakt ook altijd melding van mensenhandel in andere sectoren. En daar hoor ik de heer Voordewind niet over.
Dat is ook heel ernstig wat daar gebeurt. Zeker. De heer Voor de Wind. Voorzitter, als u mij toestaat, kom ik daar later in mijn betoog op terug. Welke andere vormen misbruik er plaatsvinden, ook door die mensenhandelaren. Want ik ben denk ik volledig met mevrouw Berendsen eens dat ook die in die zaken de wetgever streng moet optreden. Hoop ik, voorzitter, dat de heer Voor de Wind daar dezelfde woorden voor gebruikt, dat ook dat daar niet normaal is. De heer Voor de Wind. Zeker, voorzitter. Ook daar waar er sprake is van dwang, mensenhandelaren, zullen wij dezelfde termen gebruiken. Voorzitter, hoe normaal is het? Volgens zijn betoog. Dat zal ik doen. Voorzitter, hoe normaal is het als de sector vanouds sterk verweven is met het criminele circuit? Uitbuiting, mensenhandel, het zich verrijken ten koste van anderen, dwang, geweld enzovoort enzovoort. Ze zijn onuitroeibaar met de sector verweven. Gelukkig gaan de ogen hiervoor steeds meer open. Mede dankzij het stelselmatig rapporteren van de Nationale Rapporteur Mensenhandel, de inzet van de politie en justitie, maar ook de media, die gelukkig het al lang niet meer hebben over de happy hooker. Ook de andere kant van prostitutie komt dus steeds meer in beeld, blijkens de rapportage van onder andere Joanneke in de prostitutie. Ook wat de civielrechtelijke kant van de zaak betreft kunnen we overigens vraagtekens zetten. Ik verwijs ook naar het artikel in het Nederlandse Juristenblad van de hand van de collega Segers. Daarin betoogt hij dat de zogeheten prostitutieovereenkomst, of die nu tussen de klant of de prostituee of in de driehoek tussen de bordeelhouder, prostituee en klant, eigenlijk helemaal niet gezien kan worden als een normale rechtshandeling. Geen overeenkomst dus in de zin van alle andere overeenkomsten zoals we die vinden in het burgerlijk wetboek. Wellicht dat hij in dit debat ook nog een nadere beschouwing daarop kan geven. Voorzitter, de indieners beogen de prostituans van de uitgebreide prostituee strafbaar te stellen. De prostituant is immers de derde partij als het gaat om de delict mensenhandel. Je zou kunnen zeggen dat ook de prostituant buit anderen uit als hij zijn of haar seksuele diensten afneemt, terwijl hij weet dat degene onder dwang, drang, bedreiging met geweld deze diensten aanbiedt. Tot op zekere hoogte vloeit dat uit artikel 273 F ook voort. Maar voor zover dat in omstandigheden niet het geval is, wordt met dit wetsvoorstel eens te meer dat zeker gesteld. Dat is de strekking van het initiatiefvoorstel. In dat geval ben je niet alleen strafbaar als souteneur of pooier, maar ook als klant. En als de prostituant dus. Net zoals het geval is als je als souteneur of als klant bezighoudt met seksuele diensten van minderjarige prostituees. Deze uitbreiding van het wetboek van strafrecht, of misschien ook wel explicitering van wat we al vinden in artikel 273 F, ligt enerzijds voor de hand. Mensenhandel mag niet. De indieners gaan er evenwel een stap verder door die klant strafbaar te stellen die redelijkerwijs kan vermoeden of weet dat die ander in een situatie van uitbuiting verkeert. En dus, zou je kunnen zeggen, vermoed kan worden slachtoffer van mensenhandel te zijn. Dat is dé uitbreiding, maar ook de uitdaging, zou ik zeggen. Hoe kan iemand weten of er sprake is van dwang, geweld, etc.? Dus dat slachtoffer van de mensenhandel en zich onder die gedwongen omstandigheden in de prostitutie bevindt, dat is het centrale punt van het debat. En het komt mij voor, voorzitter, dat de indieners omstandig hebben uiteengezet in de schriftelijke voorbereiding onder welke omstandigheden de prostituant wel de alarmbellen zouden hebben horen afgaan. Dit is het debat om dat nog eens helder uit te wisselen. En ik mag ook hopen dat door dit wetsvoorstel er ook een signaalfunctie van uitgaat. Verdachte omstandigheden, achterafkamertjes, blauwe plekken, dat kun je zien. Angst kun je haast ook proeven. Maar indien het zo is, en de cijfers lijken erop te wijzen, dat een groot deel van de prostituees feitelijk tegen hun wil in de seksbranche actief zijn, dan zou je ook moeten zeggen dat dus in meerderheid van de gevallen er sprake is van mensenhandel en dus de prostituant wel per definitie alert zou moeten zijn op deze overtreding. Misschien moet ik de vraag omdraaien. Onder welke omstandigheden kan de prostituant ervan uitgaan dat hij de wet in geen geval overtreedt? Kunnen we ervan uitgaan, vraag ik de indieners, dat de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche na inwerkingtreding meer duidelijkheid biedt? En hoe kan dat overigens het geval zijn, nu het erop lijkt dat zowel de registratieplicht van de prostituee als de vergewisplicht van de klanten uit het wetsvoorstel zou gaan verdwijnen? Graag daar een reactie op
van de indieners. Een van de belangrijke aspecten is dan ook bijvoorbeeld de vraag of iemand hier zonder verblijfsvergunning verkeert. Hoe zwaar weegt een dergelijke aanwijzing? Bijvoorbeeld op het moment dat diegene uit een van de erkende risicolanden komt. Voorzitter, de vergelijking met de minderjarigen. Ik sprak eerder over de verwantschap met de bijzondere bescherming die minderjarigen genieten tegen de exploitatie in de prostitutie. We vinden die bepaling echter niet terug in de titel misdrijven tegen de vrijheid, maar in de titel misdrijven tegen de zeden, artikel 248b. Er zijn nog enkele verschillen. Het weten of het redelijkerwijs kunnen vermoeden zijn geen bestandsdelen. Daar komt nog bij dat de indieners een tweede lid aan hun oorspronkelijke voorstel hebben toegevoegd met een zwaardere strafmaximum. Waarom hebben de indieners er niet voor gekozen die twee bepalingen meer gelijk te trekken? Vanuit de stelling bijvoorbeeld dat indien die minderjarig is per definitie geacht kan worden zich in een uitbuitingssituatie te bevinden en dus slachtoffer is van mensenhandel. Voorzitter, de indieners hebben ervoor gekozen niet rechtstreeks aansluiting te zoeken bij het bestanddeel voordeel te trekken uit uitbuiting van die ander, in artikel 273f. Dat had wel denkbaar geweest. Dat voordeel trekken uit kan immers financieel van aard zijn, de lage prijs. Maar misschien ook wel de beschikbaarheid als zodanig. Kunnen de indieners daar nog eens op ingaan? Voorzitter, dan spreken we in relatie tot het initiatiefwetsvoorstel over die bijzondere seksuele handelingen met een derde door uitgebreide prostituees en de betrokkenheid van de klant. Daarbij nog twee noties. 1. De seksuele diensten koop je van een prostituee, maar niet per definitie. De uitgebuite vrouw of man kan wel voor die uitbuiting in een geheel andere positie zitten dan een prostituee zijnde te geweest. Ik moet ook denken, en ik verwijs daarbij ook naar het meisje van Valkenburg. Geheel ten onrechte werd zij ook wel prostituee genoemd. Zij was enkel slachtoffers. Erkennen de indieners ook dat het niet per definitie hoeft te gaan om een prostituee. 2. Een ander aspect is dat de indieners de verantwoordelijkheid van de klant in relatie tot slachtoffers van mensenhandel enkel op het punt van seksuele diensten uitwerken. Waarom? Vraag ik hen. Artikel 273f gaat ook over vele vormen van uitbuiting die ook als vormen van mensenhandel te kwalificeren zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan huisslavernij, verkoop van organen en zo meer. Bij dergelijke feiten zijn er andere klanten die profiteren van de uitbuiting. De koper van een orgaan bijvoorbeeld. En waarom is hun weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet verwijtbaar? Waarom hebben de indieners zich beperkt tot het kopen van seksuele diensten onder omstandigheden van uitbuiting, vraag ik hen. Ik verwijs in het verband ook naar de motie De Pater van der Meer uit 2008, die er ook op wijst in elk geval destijds uit politieonderzoeken was gebleken dat vertegenwoordigers uit verschillende beroepsgroepen op verzoeken van mensenhandelaren faciliterende werkzaamheden verrichten. Zoals het verschaffen van huisvesting, het verstrekken van valse werkgeversverklaringen, maar ook medici die bij prostituees medische handelingen verrichten, zoals abortussen en borstvergrotingen, die niet waren gebaseerd op autonome beslissingen van de cliënt, maar gedaan waren op verzoek van een pooier. Waar is de signaalfunctie van al die relaties? Of in de geest van het wetsvoorstel te blijven, waar is hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid? Voorzitter, tenslotte een vraag ook aan de minister in dit verband. Wat vindt hij van de suggestie om de leeftijd van de prostituant te verhogen tot 21? Voorzitter, ik rond af. De indieners richten de pijlen op de prostituant en zijn verantwoordelijkheid. En daar valt veel over te zeggen. De zaken Valkenburg en de Rotterdamse garagebox liggen wat dat betreft nog vers in ons geheugen. Als het gaat om de uitbuiting van minderjarigen. Er gebeurt nogal wat. Als een klant plotseling een strafbare handeling blijkt te hebben gedaan. De impact is bepaald niet te vergelijken met een verkeersboete die onverwachts op de mat valt. Zelfs niet als het een zeer forse boete is. Dat kan zwaar zijn voor de klant, voor zijn omgeving, voor zijn gezin misschien wel, niet fijn. Maar wellicht is die omstandigheid des te meer een illustratie waarmee ik mijn bijdrage begon. Namelijk, prostitutie is niet normaal. Voorzitter, ik zie met belangstelling uit naar de antwoorden van de indieners. Dank u wel. Maar alvorens daarop te kunnen rekenen, is het woord aan de heer Van Oosten voor een interruptie. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, want ik zou de heer Voor de Wind willen vragen, nu hij zijn hele bijdrage heeft uitgesproken ten aanzien van dat wetsvoorstel, in hoeverre hij dit wetsvoorstel als een eerste stap op weg ziet naar een systeem vergelijkbaar als in Zweden,
waarbij er een strafbaarstelling, een volledige strafbaarstelling van de zijde van de klant, van de prostituant, is geïntroduceerd. De heer Voor de Wens. Voorzitter, los van het vervolg spreken we nu over dit wetsvoorstel. En ik zou alle aandacht naar dit voorstel uit willen laten gaan. En eerst de behandeling van dit wetsvoorstel afwachten, dan zal ik dat niet doen, dan zal de collega Zegers dat doen, er weer verder nagedacht wordt. Maar het ligt natuurlijk in de reden, en dat zien we natuurlijk nu ook met de verhoging van de leeftijd van prostituees van 18 naar 21, et cetera. Er zijn meerdere maatregelen nu in de pijplijn die er aan zouden kunnen bijdragen om die mensenhandel in de prostitutie te bestrijden, om de prostituee meer te beschermen dan nu het geval is. Even los van de morele bezwaren wat je zou kunnen hebben en wat wij als ChristenUnie ook zou hebben over het prostituee en prostitutie in zijn algemeenheid. Vervolgvraag van de heer Van Oosten. Ja, dus toch om het voor mijzelf even scherp te krijgen, het beeld. U ziet dit niet als een stap op weg naar het verbod op prostitutie als zodanig. Ofwel, hoor het maar even. De heer Voor de Wind. Voorzitter, ik laat het aan de indieners om verdere initiatieven te nemen. Ik ben geen eerste woordvoerder op dit gebied. Dus het initiatief ligt bij de initiatiefnemers en we zullen zien wat voor andere initiatieven daaruit voortkomen. Dank u wel. Daarmee aan het einde gekomen van uw betoog. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Helder van de PVV. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst ook van mijn kant een compliment aan de initiatiefnemers voor het vele werk dat een initiatiefwetsvoorstel nu eenmaal met zich brengt. En dat is ook natuurlijk altijd een hele uitdaging en het is enorm spannend. Maar goed, we moeten het nu even over de inhoud gaan hebben, dus daar ga ik dan ook snel toe over, voorzitter. Want initiatiefnemers stellen voor dat het strafbaar wordt om seksuele handelingen te verrichten met een prostituee, terwijl de klant weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de prostituee daartoe wordt gedwongen. Een klant die in een dergelijke situatie gebruik maakt van de seksuele diensten draagt bij aan de instandhouding van een netwerk van uitbuiting en mensenhandel. En de klant is strafbaar als hij niet afziet van het gebruik maken van die diensten, terwijl er kennelijke signalen zijn die op slachtofferschap duiden. En die signalen kunnen zijn uiterlijke signalen van mishandeling, uitingen van angst, afkeer of verdriet en achteraf of aan het normale zicht onttrokken locaties, besprekingen via tussenpersonen of een prostituee die onder dwang aan de klant wordt gepresenteerd. Verder hebben initiatiefnemers een onderscheid gemaakt tussen de opzetvariant en de schuldvariant. Wanneer de prostituant weet heeft van het feit dat het bezoeken prostituee slachtoffer is van mensenhandel, is er sprake van opzet. Schuldvariant, daarvan is sprake als de prostituant dit niet weet, gebruik maakt van de diensten, maar wel had moeten weten dat er sprake is van slachtofferschap, oftewel van dwang in dit geval. Dan is er geen sprake van opzet, maar van schuld. En het wetsvoorstel wil beide varianten strafbaar stellen. Voorzitter, in het verleden wilden we ook al bereiken dat misstanden in de seksbranche zouden worden aangepakt. En dat was het wetsvoorstel Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden in de Seksbranche. En daarin stonden nog de registratieplicht voor de prostituee en de vergewisplicht voor de klant. In de Eerste Kamer is echter een motie ingediend en ook aangenomen om de registratie en de vergewisplicht te schrappen uit dat wetsvoorstel. En mijn fractie was, net als de fractie van de ChristenUnie, tegen deze motie. Mijn fractie was niet tegen de registratieplicht, want dat zou juist een contactmoment scheppen waarop signalen van uitbuiting zouden kunnen worden opgevangen. Mijn fractie was wel tegen de vergewisplicht, want de reden daarvoor is dat het controleren door de klant of de prostituee wel geregistreerd zou staan. Wat mijn fractie betreft vang je daar geen signalen van uitbuiting of mensenhandel mee op. Voorzitter, initiatiefnemers vinden het laten vallen van de registratie en de vergewisplicht uit de wet die ik zojuist aanhaalde een verzwakking van dat oorspronkelijke wetsvoorstel, omdat de klant geen rol krijgt in de aanpak van mensenhandel. En dat proberen ze dus met dit initiatief te repareren. In dat kader is mijn fractie wel benieuwd waarom twee van de initiatiefnemers, te weten de PvdA en de SP, voor de motie in de Eerste Kamer hebben gestemd, waarmee die beide plichten dus uit het wetsvoorstel zijn geschrapt. Voorzitter, dat initiatiefnemers alsnog een manier proberen te vinden om de klant een rol te geven in de aanpak van mensenhandel getuigt van ambitie. En dat is ook altijd goed.
Het wetsvoorstel klinkt ook sympathiek, maar mijn fractie voorziet problemen met de bewijslast en als gevolg daarvan met de handhaafbaarheid. En wat mijn fractie betreft gaat het ver om klanten af te rekenen op het feit dat zij soms ronduit vage signalen niet herkennen. Want vergis je niet, ook het hadden moeten weten dat de prostituee wordt gedwongen, de schuldvariant, is strafbaar. Natuurlijk is het in ieder wel duidelijk dat sprake is van dwang of onvrijwilligheid als de handelingen moeten plaatsvinden in een garagebox of in afgelegen locatie. In een hotel wordt het al wat moeilijker. Dus de vraag, waar ligt de grens? Alle slachtoffers van mensenhandel, laat daar geen misverstand over bestaan, verdienen wat mijn fractie betreft bescherming. Dus ook degenen die worden gedwongen te werken in de horeca. Of die, erger nog zou je zeggen, die worden gedwongen een orgaan af te staan. Ze vallen allemaal onder het wetsartikel mensenhandel. Maar dus de vraag is, waarom is dit onderscheid gemaakt? Want alle slachtoffers van mensenhandel zouden voorkomen moeten worden. En dat ze dus minder zijn, deze slachtoffers, dan dat er sprake is van de gedwongen prostituees onder de noemer mensenhandel, maakt de ernst van die feiten wat mijn fractie betreft niet anders. En dat brengt mij ook weer op de vraag, weer de vraag, waar ligt de grens? Worden klanten van een Chinese restaurant waar het personeel wordt gedwongen tot arbeid straks ook strafbaar? Moet de klant doorvragen als een serveerster een ongelukkige indruk maakt en het eten bijvoorbeeld te goedkoop is om waar te zijn? En wordt er zo ook geen precedent geschapen, voorzitter, voor andere misdrijven waarbij slachtoffers zijn te betreuren? Wordt straks de exploitant van een winkel in horeca-attributen strafbaar als met een door hem verkochte messen een moord wordt gepleegd? En voorzien initiatiefnemers geen gevaren voor de rechtsgelijkheid? Want de vrees van mijn fractie is dat de heren en dames van de rechterlijke macht ieder voor zich een andere invulling dreigen te gaan geven aan de voorwaarden, signalen van slachtofferschap, omdat het een heel ruim begrip is. En zeker, voorzitter, gezien het feit dat ook de schuldvariant, het hadden moeten weten, een strafbaar feit oplevert. En voorzitter, daarbij vraagt mijn fractie zich af of het voorstel daadwerkelijk een significante bijdrage levert aan de aanpak van het probleem. Het meest recente voorbeeld hiervan is de zaak in het zuiden van het land, ook wel bekend onder de noemer de Valkenburgse zedenzaak, waarin de klanten van een minderjarig meisje dat tot prostitutie werd gedwongen door de rechter slechts één dag gevangenisstraf opgelegd kreeg om hiermee het wettelijke taakstrafverbod te omzeilen. De klanten kregen dus een taakstraf opgelegd voor een ernstig zedendelict. Ging weliswaar, om precies te zijn, niet om het misdrijf mensenhandel, maar om dwang van een minderjarige tot het verrichten van seksuele handelingen, artikel 248b. Maar dat maakt de ernst van het misdrijf niet anders. In beide gevallen gaat het namelijk om de bescherming van de lichamelijke en de geestelijke integriteit van het slachtoffer. En voorzitter, ik zei net eigenlijk ook al in een interruptie, daarbij blijkt helaas ook nog dat de opgelegde straffen voor mensenhandel in de praktijk omlaag gaan. Terwijl de politiek nog niet zo lang geleden heeft besloten in 2013 dit misdrijf strenger te willen laten bestraffen door de maximumstraf te verhogen, waardoor dit misdrijf ook niet meer kan verjaren. Rechters hebben hier duidelijk geen boodschap aan, want de straffen gaan omlaag. Dan is dan ook een vraag van mijn fractie aan de minister, hoe hij rechters ertoe gaat bewegen, scheiding naar machten, dus het is moeilijk, om dan, korter de vraag, is de minister bereid tot het invoeren van minimumstraffen in voor dit geval deze ernstige misdrijven, want dan is er namelijk een ondergrens voor de straf die op zijn minst voor dit soort ernstige misdrijven opgelegd moet worden. Want het plafond verhogen als je niks aan de onderkant doet, dat laat de bandbreedte wat mijn fractie betreft te hoog. En dan gaat daar dus ook geen signaal van uit, voorzitter. Dan zul je echt een ondergrens moeten stellen via het wetgevingsproces. Dus dan is er ook geen sprake van de schending van de scheiding der machten. Dus graag een reactie van de minister, ondanks dat ik hem bijna kan raden, voorzitter. Maar hoop doet leven. Voorzitter, wat mijn fractie betreft moet de huidige aanpak van mensenhandel verbeterd worden voor we sympathieke, maar moeilijk handhaafbare strafbaarstellingen in de wet gaan opnemen. En wat mijn fractie betreft zijn het de mensenhandelaren die als eerste aangepakt moeten worden. En dat is al een hele opgave voor de opsporingsdiensten om hen in beeld te krijgen en te vervolgen. Dus vooralsnog vindt mijn fractie het initiatiefwetsvoorstel wel degelijk sympathiek, maar in de praktijk moeilijk handhaafbaar, waarmee het dan in de praktijk geen meerwaarde zal hebben. En daarom is het aan de initiatiefnemers om mijn fractie te overtuigen in de beantwoording in eerste termijn. Maar vooralsnog is het standpunt dat wij tegen het wetsvoorstel zullen stemmen. Dat leidt tot een interruptie van de heer Van Laar. Gaat uw gang. Voorzitter,
Voorzitter, mevrouw Helder pleit voor het stevig aanpakken van mensenhandel. Maar hoe is het daarmee dan te rijmen dat in de huidige praktijk misbruikers van slachtoffers van mensenhandel op geen enkele manier te vervolgen zijn? Ook niet als alle signalen op rood staan, alle seinen op rood staan. En als een dader gewoon wist dat het een slachtoffer van mensenhandel was. Zelfs als het slachtoffer de dader vertelt dat zij slachtoffer is van mensenhandel, kan hij nu niet vervolgd worden. En die situatie laat u in stand als u tegen dit wetsvoorstel stemt. Mevrouw Helder. Nee, voorzitter, dat is onjuist. Die kan wel degelijk vervolgd worden. En dat staat ook gewoon in de memorie van toelichting. Het is alleen wat lastig. Maar dat maakt het voor mijn fractie nog niet noodzakelijk om met dit voorstel te komen. Want dat zit ook in mijn verhaal. Wij vrezen dat het in de praktijk, dat de klant, als hij strafbaar is, helemaal het niet meer gaat melden. En alle organisaties die in de consultatieronde zijn geraadpleegd, hebben aangegeven dat je het nu wel onder het bereik van artikel 73F, even uit mijn hoofd, succes kan brengen. Maar dat het lastig is. Dat ontken ik niet, maar het is dus niet zo dat het nu niet aangepakt kan worden. Vervolgvraag van de heer Van Laar. Ja, voorzitter, het is niet alleen lastig, het is nog nooit gebeurd. Daarmee laat u in feite de situatie bestaan dat misbruikers van slachtoffers van mensenhandel vrij uitgaan. Ze hebben vrij spel, ze kunnen doen wat ze willen en ze zijn op geen enkele manier aanspreekbaar. Dat de PVV dat laat bestaan, valt mij eerlijk gezegd tegen. Reactie van mevrouw Helder. Ja, voorzitter, dan verwijs ik naar de hele inbreng die ik zojuist heb gegeven en dat verwijt verwerp ik verre van me. Helder, dan is, ik zit even te aarzelen, de heer Van der Staaij. Voorzitter, ik weet dat mevrouw Helder vaak ook hecht aan het oordeel van de nationaal rapporteur. En hoe weegt zij dat de nationaal rapporteur ook echt heeft aanbevolen? Kom hier met een specifieke strafbaarstelling, want die algemenere bepalingen die ze ook noemt, die zijn in de praktijk een dode letter. Maar het is wel belangrijk dat dit ook aangepakt kan worden. Hoe weegt mevrouw Helder dat? Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, zoals ik in mijn inbreng ook al zei, wij vrezen echt dat het in de praktijk geen meerwaarde gaat hebben. Omdat alles wat ik nou net zojuist heb gezegd, ik heb gewoon het idee dat dit uiteindelijk in de praktijk niet tot meer aangiftes gaat leiden. Want wie moet die aangifte gaan doen? Het slachtoffer zelf? En dan kan het wel. Maar mijn fractie ziet geen meerwaarde in via het slachtoffer de klant strafbaar te stellen om zo de mensenhandel aan te pakken. Vervolgvraag van de heer Van der Staaij. Dat heeft mevrouw Helder inderdaad aangegeven, die argumentatie. Maar kijk, de nationaal rapporteur heeft als geen ander in de achterliggende jaren, dat wilden wij ook graag als Kamer, echt indringend het hele veld in kaart gebracht. En heel goed gekeken wat is effectief en waar heb ik vraagtekens bij. En ze heeft echt gezegd, hier is wel meerwaarde van te verwachten. Juist ook als we zien naar de praktijk van de bepalingen tot nu toe. En daarom toch nog weer de vraag van hoe weegt zij dat oordeel van de nationaal rapporteur? Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, zodanig dat ik op dit punt nog altijd bij het standpunt blijf dat het aan de initiatiefnemers is om mijn fractie te overtuigen. Want wij zijn niet overtuigd door wat de nationaal rapporteur heeft geschreven. De bereidheid tot overtuigen is er. Mevrouw Gesthuizen, gaat uw gang. Voorzitter, ik zou eigenlijk een tweedelige vraag aan mevrouw Helder willen stellen. Vooral ook omdat zij in haar laatste zin toch zegt van we zijn vooralsnog negatief over het wetsvoorstel. Het eerste deel van mijn vraag gaat over datgene wat mevrouw Helder zegt over de mogelijke handhaafbaarheid. Mevrouw Helder is er neem ik aan van op de hoogte dat het Openbaar Ministerie, ze hebben nog net niet gesmeekt om dit wetsvoorstel, maar ze zijn er wel heel erg mee in hun nopjes. En tweede vraag, voorzitter, mag ik die bewaren voor een vervolginterruptie? Dan doe ik misschien even een paar keer achter elkaar, maar anders dan ja, ik zo rommelig. Interruptie in tweeën, hè? Dus al die listen en lagen. Mevrouw Helder heeft het woord. Ja, het blijft spannend, voorzitter. Maar dat het Openbaar Ministerie in haar nopjes is met het initiatief heeft ons ook niet kunnen overtuigen. We hebben het allemaal goed gelezen en dit is het standpunt wat mijn fractie vandaag heeft. Dus hoeveel mailtjes mensen gekregen hebben, hoeveel organisaties positief hebben geadviseerd. Vooralsnog zijn wij niet overtuigd. Maar mevrouw Gesthuizen, vervolgvraag. Ik zou graag weten of mevrouw Helder dan haar overtuiging dat het zou gaan om slechte handhaafbaarheid vooral gebaseerd is op een gevoel of ook op feiten? Mevrouw Helder. Ja, feiten, dat is natuurlijk heel moeilijk, voorzitter, want we hebben het initiatief wetsvoorstel nog niet. Waarmee ik dan maar concludeer dat het om een gevoel gaat. En de tweede. Ja, maar dit is de derde termijn. Maar u wilt nu een nieuwe interruptie? Een nieuwe interruptie, voorzitter, want mijn tweede vraag zou eigenlijk gaan over het feit dat er natuurlijk in de huidige wetgeving al een wat lastig te vergelijken voorbeeld is, maar waarbij toch zeker ook duidelijk sprake is van als je redelijkerwijs kunt vermoeden dat het gaat om een gestolen goed. Bijvoorbeeld omdat de prijs die je dient te betalen voor een, ik geloof dat meneer
Oskam heel mooi het voorbeeld van een nieuwe scooter voor €200 ergens noemde in een krantartikel. We kennen dat natuurlijk. Het is niet een novum in het strafrecht. Hoe kijkt de PVV-fractie dan naar dat wetsartikel? Mevrouw Helder. Nou, voorzitter, over dat wetsartikel hebben we het vandaag niet. We hebben het over dit. En hier gaat het over het redelijk vermoeden van het hadden moeten opmerken van vage signalen. En dat is natuurlijk wel iets heel anders dan een goedkope prijs. Ik heb ook gezegd, laat duidelijk misverstand over bestaan. Als er sprake is van een afgelegen locatie, let ik maar, dan ga je naar de opzetvariant. Maar hier zit ook nog de schuldvariant in. Dat de klant strafbaar is omdat hij redelijkerwijs had moeten vermoeden aan de hand van vage signalen dat er sprake is van uitbuiting. Vervolgvraag voor mevrouw Gesthuizen. Ja, voorzitter, ik ga het even verduidelijken. Excuseer dan voor zo dadelijk alvast. Want in het wetsartikel wat over heling gaat, gaat het ook over redelijkerwijs kunnen vermoeden. Dus nogmaals, het is geen novum in het strafrecht. En een lage prijs is bij heling dan richtinggevend. Als je dus voor een bepaalde seksuele dienst, waar, nou ja, ik ben niet heel goed op de hoogte, maar waar misschien normaal gesproken €50 voor wordt gevraagd, die in één keer €10 of €15 zou moeten betalen, dan zou dat natuurlijk een duidelijk signaal kunnen zijn in deze. Dus ik zou daar niet zomaar aan voorbij willen gaan. Is mevrouw Helder het met mij eens dat niet alle signalen vaag hoeven te zijn en dat dat ook niet hetgene is waarvoor deze indieners dat wetsvoorstel hebben geschreven? Mevrouw Helder. Nee, voorzitter, niet alle signalen hoeven vaag te zijn, maar het zit er wel in. En de schuldvariant zit er ook in. En ik beoordeel het wel aan de hand van het geheel. Interruptie van de heer Voor de Wind. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, nog even terug over de vraag naar het Openbaar Ministerie. Want mevrouw Helder zegt van ja, ik vrees dat dit wetsvoorstel niet zal leiden tot meer meldingen. Maar ziet ze dan wel de mogelijkheden die ook beschreven wordt en waar het OM ook uitgebreid commentaar op heeft gegeven, namelijk dat het wetsvoorstel kan leiden tot uiteindelijke veroordelingen van de prostituant die misbruik maken van iemand die in die mensenhandelaren, de klauwen van de mensenhandelaren zitten. Dus ziet ze die mogelijkheid wel? Mevrouw Helder. Nee, voorzitter, vooralsnog niet, want anders had ik niet de inbreng geleverd die ik net gegeven heb. En ik vind het ook wel heel bijzonder dat er nu in één keer zo'n grote meerwaarde wordt gehecht aan de preventieve werken van het strafrecht. Als mijn fractie vaker een aantal voorstellen doet en dan zegt van ja, dat zou je strafrechtelijk moeten beoordelen, bestraffen, huwelijksdwang, ik noem er even eentje, daar was bijna niemand voor. En nu, op dit punt wel, dus dat bevreemdt me wel, vooralsnog antwoord op uw vraag. Het standpunt van het Openbaar Ministerie heeft mijn fractie niet op andere gedachten gebracht. De heer Voor de Wind, vervolgvraag. Nee, dat begrijp ik uit uw woorden. Maar hoe weegt u dan dat het OM eigenlijk de initiatiefnemers bijna heeft gesmeekt om het werk van hen makkelijker te maken, zodat er uiteindelijk toch eens een keer een eerste veroordeling komt? Want er zijn nog geen veroordelingen mogelijk geweest in het verleden. En zij vragen eigenlijk aan de wetgever, help ons toch om dit in de wet vast te leggen, zodat wij effectiever in die bestrijding van die mensenhandel kunnen acteren. Hoe weegt u dat argument dan van het Openbaar Ministerie? Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, zoals ik in mijn inbreng al heb gezegd, mijn fractie is niet ervan overtuigd dat daarmee de mensenhandel effectiever wordt aangepakt. En ik heb ook gezegd dat het Openbaar Ministerie zich wat mijn fractie betreft vooralsnog beter moet concentreren op de aanpak van de mensenhandelaren zelf. Mevrouw Helder. Helder. Dank u zeer. Dan is nu het woord aan de heer Van der Staaij van de SGP. Meneer de voorzitter, allereerst ook mijn oprechte complimenten aan deze drie initiatiefnemers voor dit goede werk wat zij hebben gedaan. Ik vind het ook een mooi voorbeeld van hoe partijen soms met ook verschillende opvattingen op het terrein van prostitutie, mensenhandel mindere mate, maar wel denk ik rond prostitutie, toch elkaar kunnen vinden op hele precieze strafbepalingen. En dat is eigenlijk ook misschien iets wat wel kenmerkend is voor dit onderwerp. Hoewel we juist de polarisatie rond het onderwerp wat meer in gedachten hebben, is als je wat verder terugkijkt in de geschiedenis, ooit de invoering van het bordeelverbod, juist ook in 1911, voortgekomen uit de wens van hele verschillende groepen in de maatschappij om juist vanuit de vrouwenbeweging aan de ene kant, vanuit de beweging van het revij aan de andere kant, om juist ook op die manier iets voor mensen in de praktijk te kunnen betekenen die het vaak heel moeilijk hadden en die ook uitgebuit worden, zouden we nu zeggen. Het opvallende is dat toen later juist het bordeelverbod werd afgeschaft in 2001, toen dat
uiteindelijk ook weer in naam was, mede, van bestrijding van mensenhandel. Het is ooit juist ingevoerd om mensenhandel beter te kunnen bestrijden. En het is weer afgeschaft om mensenhandel beter te kunnen bestrijden. Ik denk dat de conclusie na zoveel jaren wel is, ook weer de opheffing van het bordeelverbod, dat dat ook weer niet het geneesmiddel is om alle misstanden met een toverstokje kwijt te raken. Integendeel, er is nog steeds alle redenen om ook weer vanuit verschillende politieke partijen en vanuit verschillende invalshoeken weer te kijken hoe die misstanden aangepakt kunnen worden, voorzitter. En als zodanig dus veel waardering, zei ik al, ook voor het werk wat hier vandaag voor ligt. En ook de adviseurs wil ik graag ook. De adviseurs is eigenlijk niet het goede woord, want de adviseur van de Kamer is de minister, maar het ondersteuners van de initiatiefnemers, moet ik zeggen. Voorzitter, de SGP is dus positief over dit wetsvoorstel. Laat ik daar maar gelijk nog mee beginnen. Maar we hebben natuurlijk ook altijd nog wel wat wensen. Het is nog wel opvallend dat ook zoveel jaren na de opheffing van het bordeelverbod er de prostitutiesector nog steeds vol van misstanden is. De criminaliteitsbeeldanalyse van 2012 laat zien dat naar schatting 55% van de prostituees slachtoffer is van seksuele uitbuiting. Toen ik dit nog weer op papier zag staan, dacht ik, nou, is er geen foutje gemaakt? Is dat niet een veel lager aantal? Zoveel, maar het staat er echt, ik heb het nog even nagekeken, dat er naar schatting dus een enorm aantal prostituees slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. We hebben het dus over een buitengewoon serieus problematiek. En dan is er altijd nog, als je gaat doorvragen, het punt, ook al als je eraf haalt de groep die echt duidelijk het misleid is, onder dwang het werk doet, dan zijn er nog zeer velen die eigenlijk door een opeenstapeling van problemen erin beland zijn, maar uiteindelijk heel graag voor een andere toekomst zouden hebben gekozen. Of die door geldnood of welke omstandigheden dan ook daarin terecht zijn gekomen. En ook de nationaal rapporteur heeft het terecht gezegd dat het romantische beeld van ook prostituees die in vrijheid zelfstandig ook kiezen van hun werk, dat dat eigenlijk ondergraven is door de harde realiteit van ook de mensenhandelpraktijken. Voorzitter, de SGP-fractie heeft al vanaf begin naar voren gebracht dat wij van oordeel zijn dat seks geen koopwaar is, dat het een illusie is dat legale prostitutie zou horen bij een vrij land. En er zijn ook vanuit andere partijpolitieke invalshoeken daar stellige uitspraken over gedaan. Ik denk aan onze vicepremier in zijn functie als wethouder van Amsterdam, die op een gegeven moment sprak over commerciële verkrachting. Dat zijn hele vergaande woorden en die wel laten zien dat het romantische beeld ook rond prostitutie, dat dat echt achterhaald is. Wij, voorzitter, als SGP-fractie steunen ook plannen om seksuele uitbuiting verder tegen te gaan. Wij zijn van mening dat het nog ook verder zou moeten en mogen gaan. De voorbeelden van Zweden en dergelijke zijn al genoemd in dit debat. Finland, andere landen hebben ook voor die aanpak gekozen om al het bordeelbezoek, uiteindelijk prostitutiebezoek, strafbaar te stellen. Wij zijn daar voorstander van. Maar we stellen vast dat ook in debatten waar het daar uitgebreider over gegaan is, dat daar geen Kamermeerderheid voor te halen is. Maar dan is het niettemin altijd goed om te kijken, maar wat zijn dan in ieder geval ook maatregelen waar we het wel eens over kunnen worden. Voorzitter, het blijkt in de praktijk moeilijk om klanten op basis van de bestaande strafbepalingen aan te pakken als het gaat om die seksuele uitbuiting. En wij delen dus ook de opvatting dat het strafbaar moet zijn als iemand naar een prostituee gaat terwijl hij bekend is of had moeten zijn, had kunnen zijn, dat er sprake is van mensenhandel of zijn minste redelijk vermoeden zou moeten hebben. De toevoeging van een nieuw verbod is een aanvulling op de mogelijkheden die er zijn op basis van het artikel over mensenhandel. Bestaande wettelijke bepalingen bieden onvoldoende bescherming. Dat laat ook het schema en de toelichting helder zien. Voorzitter, als het gaat om de aanvullende maatregelen, wij zien daar nog inderdaad dus zeker wel ook ruimte voor. En wij zijn er zelf ook voorstander van. Dus in die zin steunen wij niet wat in het wetsvoorstel staat, dat dit echt nu de sluitsteen is, de aanvulling op alle inspanningen. Want de sluitsteen suggereert een beetje, dat is de laatste steen die in een bouwwerk wordt aangebracht. Maar wat ons betreft mogen er nog wel nieuwe stenen worden toegevoegd aan dit bouwwerk. Een punt wat ik nog zou willen maken, wat al door de heer Voordewind aan het einde van zijn termijn ook even benoemd is, dat is minimumleeftijd van prostituanten.
Uit onderzoek, dat is maar heel beperkt, maar er is wel wat onderzoek gedaan, blijkt dat ook door minderjarigen ook bezoek van prostituees plaatsvindt. Dat 9% van de mannen zelfs nog jonger dan 16 was bij eerste bezoek aan een bordeel. Zo'n 35% tussen de 16 en 20 jaar oud was. En als je ook kijkt naar wat dit wetsvoorstel nu eigenlijk vraagt van ook mensen om oog te hebben voor de positie van een prostituee. Als jongens van 16 of 17 een bordeel binnenstappen, zouden ze op basis van dit wetsvoorstel moeten kijken of er sprake is van signalen van mensenhandel. Nou, als we kijken naar andere wetten, dan zien we dat het beoordelingsvermogen van jongeren nog niet als volledig ontwikkeld wordt gezien. Ik denk het wetsvoorstel over dwanghuwelijken, wat mevrouw Helder benoemde. We hebben leeftijdsgrens alcohol en tabak verhoogd. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bepaald gevaarlijk werk niet doen. We hebben prostituees bij aanname van de wetregulering prostitutie hun werk alleen doen vanaf 21 jaar. Nou, je zou je kunnen voorstellen, en wij zijn daar wel voorstander van, of je ook niet daarmee de leeftijd voor prostitueebezoek niet zou moeten verhogen naar tenminste 21 jaar. Dan kan je ook op die manier nog serieus werk maken van de bescherming tegen uitbuiting. En wij overwegen een amendement op dit punt. Voorzitter, collega Oskam vraagt dus een amendement aandacht voor de strafmaat. We hebben in het verslag daar ook al aandacht voor gevraagd. Antwoord op die vraag is niet echt bevredigend. We vragen daarom ook serieus te kijken naar de voorstellen die zijn gedaan voor een ophoging van die strafmaat. Want het gaat van de gekozen strafmaat nu niet de gedachte uit dat het eigenlijk wel meevalt. Gaat het niet ten koste van de mogelijke straf op dit delict? Ik verwijs ook naar Raad voor de Rechtspraak. Voorzitter, onder meer het college van procureurs-generaal vraagt aandacht voor de vervolging van het strafbare feit. Het college stelt dat met hoge kwaliteit van opsporing en bewijsscharing het mogelijk is om succesvol te vervolgen. Dat is een belangrijk gegeven. De minister vragen we daarom om te zorgen, als dit wetsvoorstel tot wet zou worden verheven, dat om ook hier gespecialiseerde opsporingsteams ook bijzonder aandacht aan besteden. Voorzitter, tot slot vraagt de SGP aandacht voor de invoering van pooienverbod. Ook dat is een langslepende kwestie. De indieners zeggen dat verbod op souteneurschap niet aan de orde is, omdat het eigenlijk ook onder de huidige rijkwijde van artikel 273f strafrecht valt. Mijn vraag is hoe zij tot deze stelling komen, omdat uit het rapport dat de Kamer dit voorjaar ontving toch blijkt dat het veel genuanceerder ligt en dat onder andere Peter Lemaire aangeeft dat het bewijs moeilijk te leveren is en anderen vallen daarin bij. Dus zou het nog niet nader verkend moeten worden of hier ook een aanscherping mogelijk en noodzakelijk is. Voorzitter, dat waren mijn opmerkingen in de eerste termijn. Veel waardering voor het voorstel zoals het er ligt. En nog wat wensen om het wetsvoorstel nog verder aan te kleden. Ik dank u wel, voorzitter. Ik dank u zeer en geef het woord aan mevrouw Berndsen Jansen van D66. Gaat uw gang. Dank, voorzitter. Allereerst natuurlijk mijn waardering voor de collega's die dit initiatief wetsvoorstel hebben gemaakt. Het is altijd mooi om collega's te zien in de rol van wetgever. En dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp. En D66 onderschrijft dan ook het belang van het bestrijden van mensenhandel. Zowel in de prostitutiebranche als ook in andere sectoren moeten wij slachtoffers beschermen en uitbuiters straffen. Wij vragen ons echter wel af in hoeverre dit wetsvoorstel daadwerkelijk aan de strijd tegen mensenhandel bijdraagt. Dit wetsvoorstel strekt tot strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostituee, terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij daartoe is gedwongen of bewogen. D66 vindt dat een mooi doel. Maar de vraag is of dit wetsvoorstel leidt tot het effectief bestrijden van de mensenhandel. Mensen die andere mensen uitbuiten of misbruiken zijn namelijk nu ook al strafbaar. Helaas worden de daders niet altijd opgepakt of bestraft. De theorie, het wetboek van strafrecht, is niet het enige probleem. Het grootste probleem ligt meestal in de praktijk, namelijk de bewijsvoering. En daar ligt dan ook tegelijkertijd voor mijn fractie het probleem. Want hoe kun je bewijzen dat iemand iets weet? En nog moeilijker, hoe kun je bewijzen dat iemand redelijkerwijs iets kan vermoeden?
En dan leidt dat ook tot de vraag of dit wetsvoorstel überhaupt wel te handhaven is. De boodschap die de ChristenUnie, de sociale de SP en de PvdA willen afgeven, pas op voor signalen van mensenhandel, is heel goed. Daar staat D66 ook achter. Maar met de manier waarop dit volgens deze partijen moet gebeuren, hebben wij moeite. We zijn er niet van overtuigd dat dit wetsvoorstel effectief is om misstanden uit te bannen. Wij denken dat goede voorlichting noodzakelijk is en dat juist de prostituant nodig is om misstanden te signaleren. Samenwerking tussen politieklanten en prostituanten is van grote waarde. De theorie en de praktijk komen met dit wetsvoorstel niet dichterbij. En daarom heeft mijn fractie nog een aantal vragen. Voorzitter, iets weten of iets redelijkerwijs moeten vermoeden, daar zit nogal een verschil in. We kunnen ons vinden in de opzetvariant. Dat is iets weten. Maar delen de zorgen van de Raad van State over de schuldvariant, redelijkerwijs moeten vermoeden. Hoe valt het te bewijzen dat iemand redelijkerwijs had kunnen weten dat het ging om een gedwongen sekswerker? Uit de Finse praktijk blijkt dat wetenschap van uitbuiting, opzet, zich moeilijk laat bewijzen. En waarom denken de indieners dat falend bewustzijn, schuld, makkelijker te bewijzen zal zijn? Als strafbaarstelling van de klant in de praktijk niet te handhaven is, wat is dan de toegevoegde waarde van het voorstel? En wat is de toegevoegde waarde van de schuldvariant ten opzichte van de opzetvariant, gezien het bezwaar van het gebrek aan voorzienbaarheid van de prostituant? Zijn de indieners bereid om een nulmeting te doen van het aantal jaarlijkse veroordelingen en dit na een aantal jaar te evalueren om te checken of bij de Nederlandse variant beter resultaten worden bereikt dan bij de Finse optie? In tegenstelling tot de initiatiefnemers denkt D66 met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dat de strafbaarstelling van de klant geen aanmoediging zal zijn om misstanden te melden. Dit zou zelfs averechts kunnen werken. Hier gaat een afschrikwekkende werking richting klanten vanuit. Een klant zal minder geneigd zijn om misstanden te melden als hij vervolging vreest. Wij hebben de indieners gevraagd wat het huidige percentage is van meldingen van mensenhandel door klanten. Dat wisten ze niet, maar het is zeker relevant voor de wet. En daarom mijn vraag, zijn de initiatiefnemers bereid om een nulmeting hierover te doen en dit na een aantal jaar te evalueren om te checken of het gewenste effect wordt bereikt? Interruptie van mevrouw Gesthuizen. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, ik zou mevrouw Berns-Jansen eigenlijk precies hetzelfde willen vragen als wat ik mevrouw Helder heb gevraagd. Namelijk of mevrouw Berns-Jansen goed op de hoogte is van de reactie van het college van procureur-generaal. En de vraag of zij op de hoogte is van het wetsartikel wat ik er voor de zekerheid toch nog maar eventjes bij heb gehad. En het staat er toch echt dat het recht, als je redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het goed wat je koopt en door een misdrijf verkregen goed is, dat je dan ook strafbaar bent en dat het dus geen novum is. Mevrouw Berns-Jansen. Voorzitter, dat zijn twee vragen. De eerste vraag. Mevrouw Gesthuizen beweert hier heel stellig iedere keer dat het college van PG's, het Openbaar Ministerie, haast heeft gesmeekt om deze wet. Daar staat namelijk wel iets anders bij. Namelijk dat er hoge kwaliteit van opsporing en bewijsscharing voor nodig is. En ik denk dan, laten we daar nou eerst eens mee beginnen. En de tweede vraag? En de tweede vraag, ja, dan verwijs ik gewoon naar de Raad van State, die nadrukkelijk een onderscheid maakt tussen een marktconform product waarvan je redelijkerwijs een prijs zou moeten kennen. En ik denk dat dat in de seksbranche toch wat minder zichtbaar is of duidelijk is. Dus in die zin raadt ook de Raad van State of geeft de Raad van State aan dat dit moeilijk te bewijzen zal zijn. Mevrouw Gesthuizen, een vervolgvraag. Ja, ik vind het jammer dat mevrouw Berns-Jansen aan de ene kant geen notie wenst te nemen van een advies van het college, zeg,
op een ander moment juist verschuilt achter een ander advies. Dat vind ik eerlijk gezegd wel een beetje een zwaktebod in het debat. Ik zou zo graag weten wat D66 nu zelf vindt. Nou, als mevrouw Gesthuizen had geluisterd, dan had ze dat geweten. Want D66 zegt dat de opzetvariant voor ons acceptabel is, maar de schuldvariant vanwege de moeilijke handhaafbaarheid en daardoor mogelijk niet kunnen komen tot een veroordeling, dat is het paard achter de wagen spannen. Interruptie van de heer Van der Staaij. Voorzitter, het goede nieuws is dat mevrouw Berndsen in ieder geval ook duidelijk zegt, die opzetvariant, die steunen wij. Maar is niet het een uitholling toch van het wetsvoorstel als we dat alleen zouden overhouden, omdat je juist toch maar in een heel beperkt aantal situaties echt die harde opzet kan, die bewuste opzet of eventueel iets lichtere vorm van opzet kan bewijzen? En is dan juist voor de praktijk ook heel belangrijk dat je ook die schuldvariant ook in de praktijk kan hanteren? Leert juist de Finse situatie niet dat die beperking tot opzet wel erg mager is? Mevrouw Berndsen. Ja, voorzitter. Ik ben zo bang, en daar ben ik dus niet alleen in, dat rechters niks kunnen met die schuldvariant. En dat dat juist tot minder veroordelingen zal leiden. Dus daarom zeg ik beperken tot opzetvariant. Zorg dat politie en justitie goede opsporing plegen, met fatsoenlijke bewijsvoering naar de rechtbanken komen. En dan kan er wellicht wel veroordeeld worden. Vervolgvraag van de heer Van der Staaij. Voorzitter, maar het ligt tegenstrijdige in wat mevrouw Berndsen is, dat juist opzet veel moeilijker bewijsbaar is dan schuld in veel gevallen. En dat ook het effect in de praktijk toch kan zijn, hoe denkt zij daarover, dat ook klanten zich makkelijker van hun verantwoordelijkheid kunnen afmaken. Dat ze zeggen, ja, alleen als ik echt de opzet heb, ben ik strafbaar. Dus je hoeft eigenlijk niet je best te doen om te achterhalen of het wel kosher is. Mevrouw Berndsen. Ja, voorzitter, de Raad van State, niet het eerste het beste orgaan, en dat is de heer Van der Staaij vast met mij eens, geeft juist aan dat het juist zo moeilijk is om tot een veroordeling te komen met die schuldvariant. Die pleiten er dus juist voor om die opzetvariant te gaan gebruiken. Ja, en overigens ook de Raad voor de Rechtspraak heeft dat gezegd. De bewijsbaarheid van een redelijk vermoeden is namelijk buitengewoon lastig. En zeker in dit soort kwesties. Interruptie van de heer Van Laar. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, toch een aantal vragen naar aanleiding van het betoog. De eerste vraag is wellicht, hoeveel minder veroordelingen, denkt mevrouw Berndsen-Jansen, dat er komen? Minder dan nul. Dus dat wordt een ingewikkeld getal, denk ik. Tweede vraag is, als u bang bent dat er minder meldingen komen van zoekers van betaalde seks over misstanden, denkt u niet dat het goed zou zijn als die zoekers van betaalde seks niet eerst seks zouden hebben met het slachtoffer voordat ze de misstand melden? Uit ervaring weet ik dat vaak gebeurt. Dus er wordt eerst seks ze nemen eerst seks af en doen dan melding van een misstand. Het gevolg van de wet zou juist kunnen zijn dat ze geen seks meer hebben met het slachtoffer en toch de melding doen. Dus misschien ook daar uw visie op. Ja, voorzitter, dit zijn wel erg veel vragen tegelijk. Dus ik zijn er twee. Klopt, ja. Zijn er twee. Ik wou er nog één stellen. Dat mag. Ik zal het voor u bijhouden, mevrouw Berndsen. Ja. Voorzitter, de derde gaat over dat goede recherchewerk. En dat zien we nou juist de laatste tijd al. De Valkenburgse zedenzaak, daar zien we sms'jes van klanten met een pooier. We zien condooms met sperma. Daar is heel duidelijk de link te leggen naar een klant en een situatie die we afkeuren. Dat ging om een minderjarig meisje. Maar als het een meerderjarig meisje zou zijn, dan zou het toch precies dezelfde situatie kunnen ontstaan. En dan juist wil je toch tot vervolging over kunnen. Nou ja, mevrouw Berndsen. Voorzitter, om dat laatste, met dat laatste te beginnen. Er is nadrukkelijk een onderscheid tussen minderjarig en meerderjarig. Dit was een kwestie van een meisje dat minderjarig was. Daar is in het wetboek van strafrecht nadrukkelijk al bepaald dat dat altijd strafbaar is. En zo hoort het ook. Als het gaat om die nul veroordelingen, ja, dan kan ik met hetzelfde gemak zeggen, probeer dan eerst die opzetvariant en kijk dan waar dat toe leidt. Maar ga niet gelijk ook die andere variant erin meenemen. En het aantal meldingen, dat was de tweede vraag. Ja, het aantal meldingen waarvan, dat ben ik even kwijt. Even toelichten. Nee, voorzitter, de eerste vraag ging over het aantal zaken. De tweede vraag ging over, zou het niet goed zijn als klanten of zoekers van betaalde seks zouden melden zonder seks te hebben met het slachtoffer. En als ze geen seks hebben met het slachtoffer, hebben ze van deze wet niks te vrezen.
Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag, voorzitter. Want misschien kun je het wel pas constateren nadat je seks hebt gehad, nadat je iemand gezien hebt met blauwe plekken en dat soort zaken. Vervolgvraag van de heer Van Laar. Ja, voorzitter, dan bel je meldmisdaad anoniem, zou ik zeggen. Het belangrijkste punt is, denk ik, gaat het om die zaken die nu niet vervolgd worden. Want worden geen klanten vervolgd, terwijl die zaken er wel zijn. We zien zaken waarin meisjes de pooiers worden veroordeeld voor mensenhandel. Er zijn ook signalen dat er klanten zijn. We weten wie dat zijn, maar we kunnen ze niet veroordelen. Het gebeurt nu niet. Mevrouw Jobbert-Jansen, ja. Volgens mij laat mevrouw Jobbert-Jansen die situatie in stand door te zeggen ze moeten het weten. Want dat weten is juist onmogelijk te bewijzen, want dan moet de klant verklaren dat hij het al wist voordat hij seks had. Ja, en dat is inderdaad een onmogelijkheid in de wet zetten die niet heel veel resultaat heeft. Reactie van mevrouw Jobbert-Jansen. Ja, voorzitter, die initiatiefnemers die komen zelf met die opzetvariant in dit wetsvoorstel. En dan denk ik, ga dat dan eerst maar eens uitproberen. Dat andere gaat veel te ver. Dat is lastig te bewijzen, is niet handhaafbaar. Hoge colleges van staat zeggen dat. Ja, en dan kunt u dat niet met mij eens zijn. Maar ik ben het dus eens met de Raad van State. Interruptie van de heer Voor de Wind. Gaat u gang. Ja, voorzitter, richting mevrouw Berndsen. Ja, zij doet of dit het moeilijker maakt. Maar voorzitter, we kennen deze formulering toch in andere wetgeving ook. Als het gaat om vervalsing van geschriften, als het gaat om discriminatie, als het gaat om heling. Daar is ook eerder de wetgever in de formulering heel precies geweest, een redelijk vermoeden, om daadwerkelijk tot veroordeling over te gaan. Dus waarom is D66-fractie hier zo terughoudend? Voorzitter, ik heb daar net al antwoord op gegeven op de vraag van mevrouw Gesthuizen, die precies hetzelfde was. Namelijk dat het ook gaat om marktwerking en kennen van bedragen die ergens aan hangen. En dat is in deze markt veel lastiger. Meneer Voor de Wind. Ook dat heeft de Raad van State in zijn advies aangegeven. Vervolgvraag. Nou, voorzitter, we komen er denk ik niet uit. Je hebt het Openbaar Ministerie, de rechters die zeggen alsjeblieft help ons, we kunnen nu niemand veroordelen. Nee. Maar laat ik dan een andere vraag stellen. Stel dat het amendement van Oosten en Berndsen wordt aangenomen. Zou u dan voor het wetsvoorstel stemmen? Mevrouw Berndsen. Ja, voorzitter, dat heb ik ook al gezegd. Mijn fractie kan instemmen met de opzetvariant. Oké, dank u wel. U vervolgt uw betoog. Toch nog niet, mevrouw Gesthuizen. Voorzitter, ik vroeg me wel één ding af, want volgens mij hoorde ik mevrouw Berndsen-Jansen pleiten voor een vergelijking met de situatie zoals die in Finland is. Nee. Het antwoord dat is nee. Dat had ik begrepen in ieder geval. Doe nou een soort meting en vergelijk dan uiteindelijk als dit wetsvoorstel al een tijdje in werking is, of het hier anders of beter gaat dan Finland. Als dat niet zo is, dan neem ik mijn vraag graag terug. Maar mijn vraag daarover zou namelijk wel zijn, hoe kunnen we nou een situatie die mevrouw Berndsen-Jansen volgens mij gelijk wil schakelen met die zoals die in Finland is, vergelijken met de Finse situatie? Want dat is dan ongeveer hetzelfde. Ja, voorzitter, ik ga uit van dit initiatiefwetsvoorstel, waarin dus die beide varianten zijn genoemd. Dus, en dat is mijn vraag, want inderdaad, dat was een check na verloop van tijd, om te kijken hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Vervolgvraag, mevrouw Gesthuizen. Ja, voorzitter, maar mevrouw Berndsen-Jansen ondertekent een amendement van meneer Van Oosten, wat ik bijna een destructief amendement vind op dit wetsvoorstel, eerlijk gezegd. En vraagt dan, ja, want het verandert in mijn ogen echt bitter weinig in de huidige praktijk die we al kennen en wat dus nul veroordelingen oplevert. Zij dient een amendement in, samen met de heer Van Oosten, wat de situatie in mijn ogen ongeveer gelijk maakt aan de Finse situatie. En vraagt vervolgens aan de initiatiefnemers, bent u bereid om de situatie zoals die in Nederland zal gaan ontstaan te vergelijken met de Finse situatie? Dat wordt dan toch een hele simpele vergelijking, want dan vergelijk je twee identieke situaties met elkaar. Ja, je kunt er wel om lachen, nee. Ik vind het helemaal niet grappig. Nee, ja, mevrouw Jan, u bent ze. Voorzitter, nou, mevrouw Gesthuizen. Mevrouw Berndsen heeft het woord. Boos te worden, gelijk. Nee. Ik bedoel, nou, non-verbaal. Wat ik ga uit van het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. Moet je ook al non-verbaal. Het is niet zeker dat amendement van de VVD en D66 wordt aangenomen. Als dat wordt aangenomen, is er sprake van een andere situatie. Dat mevrouw Berndsen vervolgt haar betoog. Een punt van orde. Ik communiceer misschien non-verbaal, maar dat doe je door te lachen ook. Dus.
Oké, punt van orde, hoeft verder niet op gereageerd te worden. Mevrouw Bentsen vervolgt naar betoog. Ik ook niet van gaat u gang. Voorzitter. Voorzitter, bij de vergunde sector moet de klant ervan uit kunnen gaan dat hij gebruik maakt van een dienst die aan de eisen van de wet voldoet. De gemeente zorgt voor een vergunning en voor toezicht en controle. Als er toch sprake is van mensenhandel in de vergunde sector, ligt wat ons betreft de verantwoordelijkheid niet bij de klant, maar bij de exploitant. Zijn de indieners bereid om bij de legale en vergunde sector de verantwoordelijkheid bij de exploitant neer te leggen in plaats van bij de klant? Als de toezichthoudende instanties niet in staat zijn om tijdens controles signalen van dwang of uitbuiting op te vangen, hoe kan een klant van de legale en vergunde sector dit dan wel? Voorzitter, er zijn veel slachtoffers van mensenhandel die terechtkomen in de prostitutie. Maar prostitutie is geen synoniem van mensenhandel. Niet alle prostituees zijn slachtoffer van mensenhandel. En niet alle mensenhandel heeft te maken met prostitutie. Uitbuiting vindt in meerdere sectoren dan de seksindustrie plaats. Mensenhandel in de prostitutie, maar ook in de land- en tuinbouw en de horeca, moeten we bestrijden met effectieve maatregelen en voldoende toezicht en handhaving. D66 is voorstander van een goed gereguleerde prostitutiesector, voldoende toezicht op de branche en goede arbeidsvoorwaarden voor de prostituees. Een legale prostitutiebranche is noodzakelijk om de grote misstanden in deze sector effectief te bestrijden. Voorkomen moet worden dat prostituees in het illegale circuit terechtkomen. Dan heeft de politie er geen zicht op, is er geen controle, waardoor uitbuiting en misbruik vaker voorkomen. Nieuwe wetsartikelen kunnen dan weinig oplossen. Het is belangrijker dat er meer opsporingscapaciteit komt voor de bestrijding van gedwongen prostitutie en mensenhandel en meer aandacht voor de slachtoffers, met name ook voor minderjarige slachtoffers. Goede opvang en gespecialiseerde zorg zijn dan ook nodig. En mijn fractie wacht de antwoorden van de indieners af, maar vooralsnog heeft u kunnen merken dat mijn fractie kritisch is op dit wetsvoorstel. Interruptie van de heer Van Laar. Gaat u gang. Ja, voorzitter, toch nog een vraag. Mevrouw Bens-Jansen pleit voor meer capaciteit voor de opsporing. Maar die opspoorders vragen juist om een instrument om daadwerkelijk misstanden aan te pakken en klanten ook voor het gerecht te brengen. Maar dat instrument wil mevrouw Bens-Jansen hen niet geven. Zit daar niet een tegenstelling in? Voorzitter, ik heb geen advies gezien van de politie. En opspoorders, dat zijn rechercheurs, dat zijn politiemensen. Dus ik heb niet gezien dat zij gevraagd hebben om andere instrumenten. Vervolgvraag van de heer Van Laar. Voorzitter, misschien is het goed om ze daar wel naar te vragen. Als wij ze spreken, geven ze in ieder geval aan dat ze hier wel op zitten te wachten. En uit mijn vorige praktijk weet ik dat ook. En ik kan me zomaar voorstellen dat u uit uw vorige praktijk ook wel een idee heeft of dit gaat helpen of niet. Dus het zou toch misschien ook een vraag aan de indieners dus om dat op te helderen, zodat er duidelijkheid over komt. Mevrouw Bentsen. Dat is geen vraag aan mij, voorzitter. Dank u wel. Maar u mag de vraag doorgeven, desgewenst. U hebt uw betoog afgerond. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Van Oosten. En hij spreekt namens de VVD. Misschien moeten we in het vervolg iets aan de sprekersvolgorde doen of zo. Dank u wel, voorzitter. Ik geef u graag het woord. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik ook in navolging tot de collega's beginnen met een compliment te maken aan de collega's die nu voor deze ene keer in vak K zitten. En ik vind het altijd weer een heel bijzonder moment om collega's uit onze eigen Tweede Kamer dat echte wetgevende werk te zien doen. En in het bijzonder ben ik, zeg ik u, voorzitter, ook wel een beetje trots op deze collega's. Want vorig jaar hebben wij met z'n allen, niet alleen wij vieren, maar er waren nog wat meer bij, hebben we een reis gemaakt. Hebben we een reis gemaakt naar Bulgarije en naar Roemenië in het kader van mensenhandel en de strijd tegen mensenhandel. En we hebben daar een heleboel narigheid gezien. We hebben een shelter bezocht waar meisjes werden beschermd nadat ze soms misbruikt zijn geweest of dat gedreigd werd, dat ze daardoor bedreigd werden. We hebben met de Roma-gemeenschap gesproken, waarbinnen, zo bleek, de problematiek van mensenhandel af en toe de kop op lijkt te steken. We hebben met autoriteiten vergaderd, die soms, helaas zeg ik erbij, ook in mijn ogen toch echt net even wat te weinig deden in de aanpak van mensenhandel. En ik vind het mooi om te zien
dat wellicht die reis bij deze collega's de inspiratie heeft gegeven om dat ook handen en voeten te geven en dan dat nu op hun eigen wijze te vertalen in de wet waar we dan vanavond over spreken. Het maakt ook dat ik zelf ook wel, omdat ik ook die reis heb meegemaakt, ook wel echt heb geprobeerd op de meest positieve manier de wet te bekijken. En daarom zeg ik ook dat ik diezelfde inspiratie die collega's wellicht herkennen uit mijn bijdrage, ook wel probeer te leggen in een heel cruciaal deel van het wetsvoorstel zoals dat nu ter tafel ligt, de opzetvariant. Maar, en dan kom ik tot de inhoudelijke beoordeling of de bespreking van dit wetsvoorstel, ik heb echt wel flinke kritische vragen als het ziet op de schuldvariant. En daar wilde ik met name mijn aandacht aan gaan aangeven. Het redelijkerwijs moeten vermoeden van slachtofferschap bij de prostituee. En de kritische vragen, de kritische houding die ik daar tegenover heb, heb ik niet alleen. Ik heb een aantal sprekers dat horen zeggen, maar ik lees het ook terug in de reactie van de Raad van State op dat vlak. En ik citeer maar even wat de Raad van State letterlijk in het advies dat het heeft afgegeven zegt. Het voor de klant onvoldoende voorzienbaar is wanneer hij strafrechtelijk aansprakelijk is. Het is immers moeilijk te bepalen wanneer de signalen van mensenhandel zodanig duidelijk en kenbaar zijn voor de klant dat hij mensenhandel redelijkerwijs moet vermoeden. En daarom, voorzitter, stel ik graag de collega's een aantal vragen. Vragen die ik voor een deel ook al heb neergelegd in mijn schriftelijke inbreng, maar waarvan ik vind dat ik eigenlijk niet afdoende antwoord heb gekregen. Bijvoorbeeld, wanneer is in de optiek van initiatiefnemers sprake van redelijk vermoeden van schuld? Wanneer niet? Wat mag eigenlijk van de klant worden verwacht? Hoe herkent een klant dwang bij een prostituee zodanig dat die klant een redelijk vermoeden van dat slachtofferschap zou moeten hebben? Zou bijvoorbeeld wetenschap van financiële problemen een aanleiding kunnen vormen voor het redelijke vermoeden van slachtofferschap? Ik weet het gewoon niet. En ik vraag initiatiefnemers voor een duiding. En ik zeg dat te meer zo omdat ik eigenlijk een beetje beducht ben voor het feit dat ik het te vrees heb dat deze wet doorslaat naar de andere kant. Namelijk dat in feite een klant voortdurend moet vrezen voor strafrechtelijke vervolging. Want laat ik daar ook maar heel duidelijk over zijn. Wat de VVD betreft moet het onnodig criminaliseren van klanten van prostituees worden voorkomen. Want laten we niet vergeten, in dit land is prostitutie een legale beroepsgroep. Een legale beroepsgroep die dames en heren in de gelegenheid stelt economisch zelfstandig te zijn. En ik vind dan ook niet dat het gevolg van zo'n wet zou moeten zijn dat klanten constant de hete adem van justitie in de nek moet voelen hijgen. Interruptie van de heer Oskam. Gaat uw gang. Ja, voorzitter. Ik verbaas me, want ik hoor de heer Van Oosten zeggen, ik kan het allemaal niet zo goed duiden en vraagt aan de indieners om het uit te leggen. Maar op voorhand heeft hij al een amendement ingediend waarin hij zegt, ik ben er tegen. En als ik het goed begrijp, is dat amendement gaat zo ver dat hij zegt, de opzetvariant, daar ben ik mee akkoord. Maar die schuldvariant, die snap ik niet. En dat zegt hij hier natuurlijk weer. Alleen probeer ik dan zijn toelichting te duiden. En terecht zegt mevrouw Gesthuizen net, Oskam heeft het duidelijk uitgelegd in het Nederlands Dagblad. Ik heb maar even de terminologie getrokken naar heling. Omdat dat voor mensen ook moeilijk te duiden is. Hè? Wanneer koop je nu iets wat fout de boel is? En als ik zeg, joh, ik heb het gestolen. En je koopt het dan, dan weet je het. En als je een auto koopt waarvan het contactslot verbroken is, dan had je het redelijkerwijs moeten weten. En als je veel te weinig voor zo'n auto betaalt, dan is het geen zuivere koffie. Maar komt u tot uw vraag? Ja, daar kom ik, maar ik moet het even uitleggen, want anders dan snapt niemand het. Nou, dus mijn punt is een beetje dat. Mijn punt is een beetje dat de heer Van Oosten in zijn toelichting zegt van ja, het kunnen externe omstandigheden zijn. Het kan ook een optelsom zijn van al die omstandigheden. En dan denk ik inderdaad, als die optelsom er is, dan kan het bijna niet anders zo zijn. Dan is het voorwaardelijk opzet, dan valt het onder die opzetvariant. Maar als die omstandigheden heel raar zijn, dat je eigenlijk als klant, en we gaan er geen heksenjacht van maken, maar als je als klant moet denken van, dit is geen zuivere koffie, bijvoorbeeld door de te lage prijs, door de taal, door de armdierige omstandigheden waaronder iemand moet werken. Of als je zegt, mag ik even je paspoort zien en zegt, dat is ingenomen, dan is er sprake van geen zuivere koffie. En onder die omstandigheden kan er sprake zijn van de schuldvariant. En als dat zo is, vraag ik aan de heer Van Oosten, kan hij daar dan mee leven? Ziet hij dan daar de meerwaarde van in? De heer Van Oosten. Nee, voorzitter, ik kan niet leven met de schuldvariant. Nee.
En daar precies heb ik ook het amendement ingediend zoals ik dat heb ingediend. Omdat ik echt vind, en ik probeer dat uit te leggen, omdat ik A vind dat de schuldvariant te veel vragen in navolging tot de Raad van State oproept op het punt van de voorzienbaarheid, de rechtszekerheid, ook ten behoeve van de klant. En ik gelijktijdig vind, en dat probeer ik toe te lichten in het amendement dat collega Berns en ik hebben ingediend, de voorwaardelijke opzet, en het wordt tamelijk een juridisch discours als we niet opletten, maar de voorwaardelijke opzet, en dat zegt ook de Raad van State, geeft een behoorlijke rijkwijde, ook aan het Openbaar Ministerie, om diegene, die klanten aan te pakken die ook die aanmerkelijke kans aanvaarden. Die behoren te weten dat het foute boel is. En laat ik dat maar gelijk zeggen, voorzitter, want het was ook een vrij lange vraag die dit antwoord mocht inleiden. Want ik zie daar vragen op afkomen. Daarmee geef je ook dit een anker in de wet. En dat is er nu niet. En daarmee probeer ik reeds een reactie te geven in de richting van de heer Van Laar. Als ik de vragen die hij aan collega's op dat punt heb horen stellen. Voorzitter, voor de heer Oskam. Dan val ik toch de heer Van Oosten aan op zijn toelichting. Want hij zegt daarvan, dat voorwaardelijke opzet, dat kan je op twee manieren zien. Je kijkt naar externe factoren of een combinatie of optelsom daarvan. Hij heeft gelijk, als er een optelsom is, dat er meerdere factoren zijn, dat het eigenlijk niet anders kan. Dat is voorwaardelijke opzet, dat het fout is. Maar juist die externe factoren die ik net noemde en die de indieners ook nog kunnen invullen op een later moment, die kunnen ertoe leiden dat er sprake is van zo'n schuldvariant. Heer Van Oosten. Ja, maar voorzitter, weet u waar wij uiteenlopen? Opzet, in alle gradaties van opzet, ziet op opzettelijk handelen. Dan vindt u mij aan uw zijde. Schuld ziet op onopzettelijk handelen. En dan heb ik problemen. Waarom? Omdat ik bang ben dat dat de klant criminaliseert, maar ik ook bang ben, dat was ik bezig met uit te leggen, dat dat een legale sector stigmatiseert. En ik hoor ook de sekswerkers zelf, de vrouwen die actief zijn in die branche, hun extreme zorgen op dat vlak uitspreken. En ik vind dat het niet heel gepast is van mijn kant om daar ook aandacht voor te vragen. Interruptie van de heer Van Laar, ga uw gang. Ja, voorzitter, de heer Van Oosten schetst hier een beeld alsof als deze wet wordt aangenomen er een heksenjacht komt op alle klanten van de prostituees. Want blijkbaar als we deze wet aannemen zijn politie, op mijn ministerie en de rechters niet in staat om fatsoenlijk te wegen of er inderdaad sprake is van verwijtbaarheid en schuld. En is dat nu echt het beeld dat de heer Van Oosten hier neer wil zetten? Of heeft hij toch nog enig vertrouwen in de capaciteit van genoemde organisaties dat ook deze wet op een goede manier in de praktijk gebracht kan worden? De heer Van Oosten. Ja, ik heb het volste vertrouwen in ons Openbaar Ministerie, in onze politie. Maar ik lees ook waar deze wet toe kan leiden, omdat de wettekst wordt wat het is. En als er in een wettekst staat dat redelijkerwijs het redelijkerwijs vermoeden genoeg kan zijn voor een strafbaarstelling zoals verwoord in de wet, ja, dan heb ik daar bezwaar tegen, want ik vind dat gewoon te ver gaan, gegeven het feit dat het tamelijk ingewikkeld is om dat te kunnen vaststellen, het dus niet voorzienbaar is voor de klant. Het rechtszekerheidsbeginsel aantast. Maar weet u, geen misverstand. Ik heb echt heel veel gevoel voor het wetsvoorstel zoals dat ligt. Maar ik vind wel dat je er verstandig mee om moet gaan. En daarom zeg ik, zet nou die verstandige grens en stop bij de opzetvariant. Vervolgvraag van de heer Van Laar. Voorzitter, bij minderjarigen waar betaalde seks mee, betaalde diensten worden afgenomen, ligt die grens nog veel verder. Je hoeft het niet te weten, je hoeft het ook niet eens te vermoeden. Als je gewoon betaalde seks afneemt, ben je strafbaar. Dus we leggen de grens, met deze wet zouden we de grens al rekkelijker leggen. Dus je moet het in ieder geval nog vermoeden. Maar je hoeft het niet, niet iedereen is strafbaar, om zo te zeggen. Er zit een afweging in, zowel van politie als OM, als de rechter uiteindelijk, om te bepalen of iemand schuldig is. Dus de vraag is waarom die dan nog verder op moet schuiven en wel zover dat je dan een wet krijgt die in de praktijk niet meer uit te voeren is. Want dat zeggen de uitvoerende diensten juist. De heer Van Oosten. U neemt een heleboel opmerkingen mee in aanloop naar uw vraag. Ik betwist dat het wetsvoorstel, als je het zou beperken tot de opzetvariant, inclusief die voorwaardelijke opzet, geen handvat zou bieden aan bijvoorbeeld een openbaar ministerie. Wellicht dat het openbaar ministerie op dit ogenblik ook wel zou zeggen, nou ja, ik zie het liever uitgebreider, of sterker nog, ik zie dat ik minder mogelijkheden heb als ik niet die schuldvariant erbij kan voegen. Dat snap ik ook wel. Maar ja, op dit ogenblik, als ik initiatiefnemers tenminste volg, is er
een leemte in de wet. Dus dan zou ik zeggen, god, dan heb je al met die opzetvariant een heel stuk gewonnen. Als het gaat om minderjarigen, want dat vermengt u in de vraag, dan verwijs ik naar het antwoord wat mevrouw Berns heeft gemaakt. En ik denk dat het ook niet goed is, heeft gegeven, ik denk dat het ook niet goed is om elke keer de kwestie van seks met minderjarigen in dit voorstel te verweven. Interruptie van de heer Van der Staaij. Voorzitter, de heer Van Oosten zegt, ja, de leemte zou je ook met de opzetvariant al wel kunnen aanpakken. Maar wat nou als naar voren zou komen dat die leemte juist ook wel eens kan liggen in gevallen waarin dat opzet onvoldoende aangetoond kan worden, maar je wel situaties hebt waar je op je klompen kan aanvoelen dat het niet klopt als je naar dat afgelegen terrein gaat met die te lage prijs en waarbij het geld ook nog aan een derde moet geven en er zijn geen voorzieningen in dat pand aanwezig. Dat zijn voorbeelden die in de memorie van toelichting worden gebruikt. Als het inderdaad zo zou zijn dat we dat wel nodig hebben om die leemte aan te pakken, zou de heer Van Oosten dan nog te overtuigen zijn? De heer Van Oosten? Ja, ik ben een heel eind te overtuigen in delen van deze wet. Dat probeer ik ook aan te geven. Dat ziet op die opzetvariant. En die opzetvariant, dan volg ik de Raad van State, die is tamelijk breed. He, want dat is ook die voorwaardelijke opzet. En dat is, ik citeer maar even gewoon wat de Raad van State erover zegt. Dat is dat de prostituant, de klant, bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de prostituee slachtoffer is. In het amendement dat collega Berns en ik vervolgens hebben ingediend, schrijven we ook dat er dan, ja, aan allerlei omstandigheden gedacht kan worden. Ik hoor ook mevrouw Helder net aangeven in haar bijdrage, los van wat ze verder inhoudelijk over dit wetsvoorstel zou besluiten, maar ik hoor haar ook aangeven, god, dan kan je denken bijvoorbeeld aan de locatie en aan allerlei omstandigheden. Waar ik alleen niet in terecht wil komen, is dat een redelijk vermoeden alleen al genoeg is om tot zo'n strafbaarstelling, tot zo'n vervolging te komen. Omdat dit een legale business ook is, omdat er mensen, klanten, gebruik willen maken van seksuele diensten van prostituees. En ik vind dat je moet opletten dat zo'n wet niet doorslaat naar de andere kant in het criminaliseren van de klant. Maar ik vind wel dat die gevallen waarbij het gewoon duidelijk is dat er sprake is van slachtofferschap van mensenhandel. En nogmaals, dat zie ik dus inclusief die voorwaardelijke opzet, vind ik dat je de collega's daar op dat punt een compliment ook moet durven geven. Dat doe ik dan dus ook. Vervolgvraag van de heer Van der Staaij. Voorzitter, maar dan blijft het punt dat ben het er mee eens, voorwaardelijk opzet biedt weer meer mogelijkheden dan het oogmerk. Hè? Dat is helder, jullie. Maar je komt wel weer in een schemerzone terecht van allerlei situaties waar het nu juist in de praktijk om gaat, waar ik net een voorbeeld van noemde, waar je ook met voorwaardelijk opzet eigenlijk weer moet tobben van, is het wel onder te brengen? En waar je eigenlijk met de schuldvariant kan zeggen, ja, maar het is wel gewoon duidelijk dat iemand het had kunnen en moeten weten in dit geval. Dat klopt. En daarmee kom je aan de rechtszekerheid van de klant en de voorzienbaarheid van de klant. En daar heb ik problemen mee. Interruptie van de heer Voor de Wind. Ja, voorzitter, de heer Van Oosten begon met een aantal vragen richting de initiatiefnemers om nog eens verder te duiden welke omstandigheden er sprake zou kunnen zijn van redelijke vermoeden. Nou, toen dacht ik van, dat is een verheldering van het wetsvoorstel, maar vervolgens kregen we ook het abonnement. Daar trekt hij zijn conclusie al. Staat hij nou nog open voor een verdere aankleding, onderbouwing van het redelijk vermoeden van de initiatiefnemers, of zegt hij, dat maakt niks meer uit? De heer Van Oosten. Ik denk dat wanneer er een wetsbehandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt, dat het altijd goed is om al die vragen te stellen ten aanzien van dat wetsvoorstel. Omdat alles wat wij hier zeggen onderdeel gaat uitvormen van de wetsgeschiedenis. En dan vind ik het toch ook relevant om vragen te stellen op die schuldvariant, ondanks of desondanks mijn amendement. De heer Voor de Wind, vervolgvraag. Ja, voorzitter, dus er is nog ruimte. Hè? Dus het verdere onderbouwen zou nog eventueel een verschil kunnen maken. Dat hebben ze naar mijn idee wel aardig onderbouwd, met allerlei voorbeelden ook in het wetsvoorstel, de memorie van toelichting. Er worden verschillende voorbeelden gebruikt. Waar twijfelt de heer Van Oosten dan nog aan dat er volgens hem geen sprake van redelijk vermoeden zou kunnen zijn, terwijl de voorbeelden die er genoemd worden, ja, daar lijkt me toch overduidelijk dat er sprake is van in de greep zitten van mensenhandelaren, die blauwe plekken, garageboxen, et cetera. Is dat niet voldoende bewijs voor de heer Van Oosten om te zeggen, nou, dat is een redelijk vermoeden? De heer Van Oosten. Ik zeg niet voor niks dat ik zeg dat je een grens moet trekken bij opzet. En nogmaals, dat is wat mij betreft inclusief, dat is niet alleen wat mij betreft, dat is gewoon zo in de jurisprudentie uitgemaakt, dat is inclusief voorwaardelijke opzet. En voorwaardelijke opzet, de vraag of daarvan sprake is, wordt uiteindelijk beoordeeld door de rechter. En
Dat kan zijn wanneer je de aanmerkelijke kans aanvaardt, gegeven de omstandigheden. Aanmerkelijke kans aanvaardt, gegeven de omstandigheden dat er sprake is van slachtofferschap van mensenhandel. Maar dat is dus iets anders dan dat je een redelijk vermoeden had moeten hebben. Wat ook veel makkelijker je verweten kan worden met alle gevolgen van dien. Dat daar wel eens sprake van zou kunnen zijn. En dat is dus mijn punt. Dan zeg ik, daar moeten we wel even voorzichtig in zijn. Want er zijn namelijk ook mensen die gebruik maken van de diensten van prostituees. En die mogen dat ook, want dat is in dit land een legale sector. En uitwassen moet je aanpakken, maar als iets een legale sector is, dan moet daar gebruik van kunnen maken en moeten klanten niet worden gecriminaliseerd. En ik vind dat dat op het punt van de schuldvariant te ver doorvoert. Interruptie van mevrouw Gesthuizen. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het is natuurlijk ook allemaal technisch. En het is ook gewoon, we moeten inderdaad ook, we zijn hier aan het wetgeven, we zijn de wet aan het maken. Dus het is ook heel erg terecht om dan heel dicht bij de letter van de wet te blijven. Dus ik heb daar grote waardering voor dat de heer Van Oosten dat als jurist, als bekwaam jurist, ik werk graag met hem samen op een ander terrein, voorzitter, dat hij dat zo nauwgezet doet. Maar gaat de heer Van Oosten met deze aanpak, met deze aanvliegroute niet een beetje voorbij aan het feit dat de praktijk al heeft aangewezen, heeft uitgewezen, en dat blijkt uit de quickscan van de strafrechtelijk verantwoordelijk voor het prostituutband bij mensenhandel en minderjarigheid van de rug, van vorig jaar nog maar. Gaat hij niet voorbij in de praktijk dat het met de huidige situatie, en daar zal door dat amendement, als dat amendement wordt aangenomen met de wet zoals die er dan uitkomt, te zien niet veel aan veranderen. Maar dat in de huidige praktijk er onvoldoende mogelijkheden zijn om diegenen die feitelijk meewerken aan zaken als verkrachting, uitbuiting van mensen, niet te kunnen pakken met het strafrecht. Meneer Van Oosten. En daarom vind ik ook dat als je het hebt, maar ik val een beetje in herhaling, als je het hebt in de sfeer van de opzet, met al die gradaties die daarbij behoren, vind ik ook dat je dat moet durven doen. En dat markeer ik ook heel stevig. Maar als we het hebben over de praktijk of het veld of hoe we dat dan ook noemen, krijg ik ook brieven van Proud, de belangenvereniging van sekswerkers. Ik krijg ook informatie toegestuurd van, mevrouw Van Tongen gaf net aan, Stop Aids Nel van de Rutger Stichting. Daar sluit ik mijn ogen niet geheel voor. Die wil ik ook een plek geven. En die zeggen, kijk nu uit wat je doet. Dit kan leiden tot een criminalisering van de klant. Dit kan zelfs leiden, en ik heb er dadelijk nog wat vragen over. Ik wil daar gewoon antwoorden op. Tot een juist slechtere positie van prostituees. Vervolgvraag van mevrouw Gesthuizen. Ja, voorzitter, maar de heer Van Oosten maakt in mijn ogen precies dezelfde fout als mevrouw Van Tongeren deed in haar inbreng. Hij verwart namelijk het opkomen voor de rechten van prostituees, waar ik ook voor opkom. Wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden. Hij verwart het opkomen voor de rechten van prostituees en de rechten van de prostituant, die van een vrijwillige prostituee gebruik maakt, met het opkomen voor de rechten van slachtoffers van mensenhandel. En dus ook, en dat valt me van de VVD wel een beetje tegen, en dus ook met het bestraffen van diegenen die uitbuitingssituatie in de hand houden. Sterker nog, die er gebruik van maken en die redelijkerwijs hadden kunnen meten dat ze dat deden. De heer Van Oosten. Ja, voorzitter. Ja, ik betwist dat laatste. Want de waarde van het amendement wat ik heb ingediend, ik ga het niet nog een keer helemaal herhalen hoor, maar de waarde van het amendement zoals ik dat heb ingediend, in navolging tot suggesties die de Raad van State notabene op dat vlak gaf, draagt in zich dat je A, de normstellend bezig bent, dat je duidelijk laat blijken uit de wet wat wij als maatschappij met elkaar vinden, geeft handvatten, juist omwille van de voorwaardelijke opzet, aan opsporingsinstanties, et cetera, om ermee aan de slag te gaan, maar voorkomt dat het doorslaat naar de andere kant. Ik vind dat een evenwichtige balans en u kunt het ermee oneens zijn, maar dat is hoe ik naar dit voorstel kijk. De heer Oskam, voor de tweede keer de interruptie bij de heer Van Oosten. Mag ik vragen om dat deze keer heel compact te doen? Een toonbeeld van compactheid. Dat zal ik doen. Ik zal het heel kort houden. Ja, ik probeer nog één keer geen zuivere koffie met de heer Van Oosten te drinken. En er komt een man bij een vrouw. En die vrouw spreekt alleen Pools. En die kan zich niet legitimeren. Is het oké of is het niet oké? Heer Van Oosten. Nou, daar gaat u al. Dat is nou precies mijn probleem. En dus vind ik dat je de grens moet stellen bij de opzetvariant, waarbij je
opzettelijk handelen, waarbij opzettelijk handelen het motief van de klant is geweest. Want ja, we kunnen natuurlijk gissen naar allerlei situaties die denkbaar zijn. Maar er kan misschien wel sprake zijn van een prostituee die geen Nederlands spreekt, waardoor het communicatief lastig communiceren is. Maar maakt dat dan dat je een vermoeden zou moeten hebben dat er sprake kan zijn van mensenhandel? Geen idee. Maar het wetsvoorstel maakt wel dat je dan vervolgens strafbaar kan worden gesteld. En dat is nou precies waar ik een probleem mee heb. Want die klant die maakt gebruik van een legale business in dit land. En daar kunnen sommigen moreel een andere opinie over hebben, maar even goed. Maar dan kan hij vervolgens wel tegengeworpen krijgen door de politie, door het Openbaar Ministerie, dat hij strafbaar bezig is. En dan kunnen we wel zeggen, ja, zo'n vaart zou het allemaal niet lopen. Nou, ik weet het niet, want dat staat dan wel in de wet. Vervolgvraag van de heer Oskam. We kunnen wel alertheid vragen van de klanten. En de heer Van Oosten haalt alleen de taal eruit. Maar ik heb duidelijk gezegd, die vrouw die praat alleen Pools en die man die vraagt om legitimatie en dat krijgt hij niet te zien. Daaruit zou je kunnen opmaken dat iemand zijn paspoort moet inleveren. En dan is er sprake van een uitbuitingssituatie. En dan moet je op je klompen aanvoelen dat er geen sprake is van zuivere koffie. Maar kennelijk denkt de heer Van Oosten er anders over. Heer Van Oosten. Ja, je paspoort niet willen laten zien. Ja. Ik weet niet of iedereen zomaar zijn of haar paspoort wil laten zien. En dan nog, moet dat dan dat vermoeden al aantonen? Mij gaat het om die opzetvariant. En die is breed. En ik denk dat het Openbaar Ministerie op onderdelen daarvan uit de voeten kan. En het geeft een anker in de wet, die er nu volgens initiatiefnemers onvoldoende is. Daar volg ik initiatiefnemers ook in. Maar heb dan ook een beetje oog voor de andere kant. Voor de klant die gebruik maakt van een legale dienst en die je, vind ik, niet onnodig moet willen criminaliseren. Tweede interruptie van de heer Van Laar bij de heer Van Oosten. Gaat uw gang. Compact graag. Ja, voorzitter, de heer Van Oosten heeft het constant over een legale branche en een legale sector. En dat roept het beeld op van controles en zekerheid en schoonheid bijna, of in ieder geval hygiëne, zal ik maar zeggen. Maar het grootste deel van de sector, of in ieder geval een groot deel van de sector, is helemaal niet legaal, is niet vergund, is illegaal. En daar nemen klanten aanmerkelijke risico's. En daar moeten ze zich bewust van zijn. En ik vraag me af of de heer Van Oosten dat onderscheid bewust niet maakt, of dat hij het niet ziet. De heer Van Oosten. Ja, voorzitter, ik heb moeite met deze vraag, want dat veronderstelt van alles wat ik bepaald niet in mijn bijdrage heb willen neerleggen. Wat ik probeer te doen is aandacht te vragen voor die opzetvariant. Dat gedeelte in het wetsvoorstel van initiatiefnemers wat mij ook aanspreekt. Omdat het aangeeft dat die klanten die bewust misbruik maken van slachtoffers, die moet je aanpakken. Met inclusief die voorwaardelijke opzet. Maar we hebben in dit land, we kennen in dit land de mogelijkheid van prostitutie. We kennen in dit land de mogelijkheid dat je daar diensten van afneemt. We kennen in dit land de mogelijkheid dat vrouwen of mannen zich mogen uitgeven als prostituee. En zozeer als dat u veronderstelt dat ik mijn ogen sluit voor al het andere, kan ik net zo goed aan u de vraag neerleggen. Goh, alsof alles in de prostitutie, en dat is de definitie die mevrouw Berndsen net wel treffend neerlegt, synoniem zou moeten zijn met mensenhandel. Want dat is ook niet waar. En daar vraag ik aandacht voor. Dat was de interruptie van de heer Van Laar. Dan vervolgt de heer Van Oosten zijn betoog. Ja, voorzitter. Waar was u ook alweer precies gebleven? Nou ja, ik kijk omdat ik natuurlijk inmiddels langs de weg van de interruptie al wel de nodige opmerkingen heb gemaakt die ik anders in mijn bijdrage een plek had willen geven. Voorzienbaarheid, rechtszekerheid, ik heb het uitgelegd. Ook vragen rondom de handhaafbaarheid. Willen initiatiefnemers ook daar nader op ingaan? Wat wordt nou eigenlijk verwacht? Wat wordt van een handhaver verwacht? Hoe wordt gecontroleerd? U zien collega's dat voor zich. Maar dan wil ik aandacht vragen voor de reacties die ik dus heb gelezen van onder meer Proud, van het AIDS-fonds, van de Rutgers Stichting. Ik heb ze net al genoemd. Want ik zou het interessant vinden om van initiatiefnemers nader te vernemen in hoeverre hun initiatiefwet ook gedragen wordt door de beroepsgroep zelf. Want in een reactie van Proud, de belangenvereniging van sekswerkers, lees ik hele stevige kritiek op het voorstel. Men acht de wet stigmatiserend en ineffectief. Het zou de legale, sociale en arbeidspositie van sekswerkers, van prostituees, ernstig aantasten. Hoe reageren initiatiefnemers daarop? In hoeverre is de sekswerker eigenlijk zelf betrokken geweest bij het nadenken en het tot stand komen van dit wetsvoorstel? Als dat niet het geval is,
Waarom niet? En welke ruimte zien initiatiefnemers om dit alsnog te organiseren? Graag ontvang ik ook een reactie van de initiatiefnemers op de stelling van Proud dat Amnesty International recentelijk zou hebben geoordeeld dat gedeeltelijke, dus haakjes, criminalisering van klanten ertoe kan leiden dat sekswerkers meer risico moeten nemen om hun klanten te beschermen tegen politie, wat weer tot gevolg kan hebben dat ze meer kwetsbaar zijn voor geweld en uitbuiting. Het AIDS-fonds, de Rutgers Stichting, hebben eveneens tamelijk felle kritiek geuit tegen dit voorstel. Ongetwijfeld hebben initiatiefnemers daar ook kennis van genomen, maar men laat het niet alleen bij kritieken, men doet ook aanbevelingen. Bijvoorbeeld, en nou richt ik me ook in de richting van de minister, ik zeg het maar bij aanvang reeds, men heeft ook aanbevelingen gedaan. Bijvoorbeeld, een meldmisdaad anoniem, campagnes die het bewustwording vergroten, die ook aangeven dat anoniem gemeld kan worden bij vermoedens van mensenhandel. En eerdere campagnes zouden heel effectief zijn geweest. Sterker nog, dat staat althans in dat stuk te lezen, het aantal meldingen over dwang en uitbuiting zou met 121% zijn gestegen en veel meldingen waren aanleiding voor politieonderzoek. Hoe kijken initiatiefnemers daar tegenaan? En in de richting van de minister, welke ruimte ziet de minister om een dergelijke campagne te intensiveren? Welke kosten zouden daar eventueel mee gemoeid gaan? En dan kom ik bij het laatste onderwerp wat ik wilde behandelen, de financiën. Ja, initiatiefnemers verwachten dat het wetsvoorstel geringe financiële gevolgen met zich mee zou brengen. En bovendien zijn zij van mening dat het te beschermen belang eventueel de te maken extra financiële inspanningen zou rechtvaardigen. Ik ontvang daar graag een reactie op van de minister. Deelt hij die analyse dat financiële effecten gering zijn en los van de hoogte van de te verwachten financiële effecten zijn deze binnen de begroting op te vangen? Waarmee ik, voorzitter, nog even kijk in mijn tekst of ik nou niet een cruciaal element ben vergeten van hetgeen ik had willen bijdragen. Maar ik meen van niet en anders moet ik dat bewaren voor de tweede termijn. Ik dank u wel. Ook u dank. Dan is nu het woord aan mevrouw Gesthuizen. En zij spreekt namens de SP. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook mijn gemeende complimenten aan de indieners. En niet voor een halve werk, maar voor een hele werk. Voorzitter, ik denk dat ik hier in 2011 voor de laatste keer over prostitutie sprak in de Tweede Kamer. Namelijk bij de vandaag al een paar keer genoemde wetregulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Het mede indienen van deze wet is in lijn met het destijds ingenomen SP-standpunt. Het is weer een stap in de aanpak van mensenhandel en bescherming van slachtoffers. Uiteraard, sekswerkers willen dat prostitutie als een normaal beroep gezien wordt. En dat is een terechte eis, voorzitter. Wat betreft mijn fractie in ieder geval. Ook omdat dat een weg is naar minder misstanden. Als je namelijk in staat bent om voor jezelf te beginnen als prostituee, onafhankelijk van anderen, gewoon als ZZP'er bij wijze van spreken. En je kunt daarvoor bijvoorbeeld een lening afsluiten. En je kunt, omdat je een vast inkomen hebt, vaste inkomsten hebt, ook een hypotheek krijgen. Je kunt je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat normaliseert de zaak. En dat is heel erg goed. Dat is goed voor de gezondheid, voor de zelfstandigheid van de prostituees. En dat maakt hen minder kwetsbaar voor degene die hen zouden willen uitbuiten. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat er misstanden zijn. En mensenhandel is daarvan wel de ergste. Een slachtoffer van mensenhandel, ik heb het vandaag al een paar keer gezegd, is geen prostituee. Want een prostituee die doet zijn of haar werk uit vrije wil. En als het goed is, ook met het nodige plezier. En met overtuiging. Ik kan me heel goed voorstellen dat voor een groot aantal prostituees dat de werkelijke zaak is. Dat dat de werkelijke gang van zaken is. Maar we hebben het niet over die prostituees vanavond, voorzitter. We hebben het over degenen die helemaal geen prostituee zijn, maar die tegen hun eigen zin gedwongen worden om seks te hebben met derden. Ik heb veel waardering voor het werk van de indieners, want zij hebben onderzocht op welke manier we onze wetgeving kunnen verbeteren op dit punt. Om mensenhandel en uitbuiting beter te bestrijden. Voorzitter,
Mijn fractie vindt het niet meer dan normaal dat men bij het afnemen van diensten in de economie in het algemeen de gebruikelijke normen en waarden in acht neemt. Door indieners is in de toelichting en in de beantwoording een aantal voorbeelden aangedragen over onwenselijke situaties die in mijn ogen veroorzaakt worden door onmenselijk gedrag. Onmenselijk gedrag dat eigenlijk neerkomt op het wegkijken en het negeren van mishandeling van een ander mens. Ofwel zelfs het willens en wetens meewerken aan verkrachting van een ander. De wet is in mijn ogen dus een goede zaak. Ik heb wel een paar vragen aan de indieners. Waarom zou de bezoeker van een zijn ogen prostituant, waarom zou hij naar de politie stappen als hij daarmee wellicht zelf strafbaar zou worden? Hoe weten indieners dat de meldingsbereidheid groter zal worden en wordt die niet wellicht lager? Kunnen initiatiefnemers ook meer uitweiden over de ervaring die uitvoerende organisaties, Openbaar Ministerie is hier al een aantal keren genoemd, die hebben ons ook een goede brief geschreven. Maar bijvoorbeeld ook politie, waar volgens mij ook anderen naar hebben gevraagd, welke ervaringen zij hebben waar het aankomt op het vervolgen van klanten, van mensen die worden gedwongen om seks te hebben met derden. Wat zijn daarbij de knelpunten en waarom lost deze wet de problemen op? En dat brengt me dan ook meteen op de noodzaak. Ik lees dat de Nederlandse rechter inmiddels ook heeft geconstateerd dat er een behoefte is aan het strafbaar stellen van klanten die ondanks duidelijke signalen van uitbuiting gebruik maken van de diensten van gedwongen prostitutie. Hoewel ik het liever niet zo noem. Kunnen initiatiefnemers daar wat meer over vertellen? Begrijp ik goed dat er nu al situaties zijn waarbij Openbaar Ministerie en rechters aangeven dat ze een prostituant hadden willen vervolgen, maar dit wegens de huidige wet niet mogelijk was. Welke organisaties en onderzoekers hebben zich nog meer intussen tijd uitgesproken voor deze strafbaarstelling? Voorzitter, het is vandaag ook een aantal keer gezegd dat de sekswerkers zich zorgen maken. Zij vrezen dat klanten vervolgd worden en dus wellicht ook zullen wegblijven, of dat zij zelf continu onder het toeziend oog van politie en justitie moeten opereren. En ik heb wel oog voor deze zorgen. Tegelijkertijd vind ik dat nog wij, nog de sekswerkers, moeten wegkijken voor het feit dat in de branche misstanden plaats hebben. Het gaat hier vanavond ook om solidariteit met de slachtoffers. Niet alleen maar om de rechten van prostituees en prostituanten. Voorzitter, ik ben benieuwd naar de reactie van de indieners op het amendement van de heer Oskam. En voorzitter, ik meen dat ik in verschillende interrupties al wel heb aangegeven hoe ik aankijk tegen het amendement van de heer Van Oosten en mevrouw Berndse Jansen. Het lijkt mij een bijna destructief amendement. Wat gaat er nu eigenlijk echt veranderen? Dat is spijtig, voorzitter. Ik zou het spijtig vinden als dit amendement onderdeel gaat uitmaken van deze wet. Natuurlijk hoeven gewone prostituees nog hun reguliere bezoekers te vrezen voor inmenging van politie. Maar het valt mij wel een beetje tegen dat de kans om degene die wegkijken van onvoorstelbaar leed dat anderen wordt aangedaan, nu niet wordt aangegrepen. Voorzitter, wat betreft mijn fractie is het dus ook 100% duidelijk dat we dit amendement niet zullen steunen. Wel zie ik erg toe naar verdere gedachtenwisseling met collega's. En ik hoop dan ook, en daarmee wens ik de indieners bij deze alvast heel veel succes, ik hoop dat de indieners een aantal mensen hier in de Tweede Kamer die nog twijfelen over de wijze waarop de wet nu is opgeschreven, kunnen overtuigen. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Laar. En hij spreekt namens de PvdA. Gaat uw gang. Voorzitter, de Partij van de Arbeid wil de indieners van deze initiatiefwet en hun ondersteuners complimenteren en feliciteren met hun initiatief. Zelf een wet maken is misschien wel het mooiste werk wat een Kamerlid kan doen. Het is in ieder geval het meest tijdrovende werk. En ik wil de indieners dan ook alvast met het vervolg heel veel sterkte wensen. Want het is nog heel veel werk, hoe ver zij ook komen, zou ik bijna zeggen. Voorzitter, de Partij van de Arbeid mag geen verrassing heten, gezien de samenstelling van de indieners staat positief tegenover deze initiatiefwet. Misbruikers van slachtoffers van mensenhandel moeten kunnen worden aangepakt, strafrechtelijk. Met dat uitgangspunt is de Partij van de Arbeid het eens.
De uitwerking die de indieners voor dat uitgangspunt hebben gekozen is compact en precies. En daarmee is het ook een hele hanteerbare wet geworden in de ogen van de Partij van de Arbeid. De indieners hebben hun voorstel ook uitgebreid gemotiveerd en uitstekend antwoord gegeven op alle door de Partij van de Arbeid gestelde vragen. Toch hebben wij een aantal punten. En ik wil beginnen met een voorbeeld, zodat ik daar die punten ook duidelijk mee kan maken. Voorzitter, een meisje van 17 uit Amersfoort wordt door haar vriend uitgebuit. Ze wordt door hem gedwongen om seks te hebben met andere mannen die hem daarvoor betalen. Avond aan avond wordt ze door hem naar klanten toegereden. En op een avond neemt ze een klant in vertrouwen. Ze vertelt hem haar verhaal en hoe oud ze is, dat ze dit niet vrijwillig doet en dat ze het geld aan haar vriend moet geven. En die man die besluit geen seks met haar te hebben en stuurt haar terug. Enkele uren later bedenkt hij zich en heeft alsnog seks met dat meisje. Dit is een waar gebeurde casus. Zowel de pooier als de klant zijn veroordeeld vanwege die feiten. De Partij van de Arbeid vindt het van bijzonder belang dat de initiatiefnemers aandacht hebben geschonken aan de minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Die extra zware straf die misbruikers van minderjarige slachtoffers van mensenhandel kunnen krijgen, vinden wij terecht. Er is wel een discussie losgebarsten over hoe het nieuwe artikel 273 GL2 zich verhoudt tot het bestaande artikel 248b in het wetboek van strafrecht. De Partij van de Arbeid is van mening dat klanten van minderjarige prostituees zoveel mogelijk vervolgd moeten worden op grond van artikel 248b en dat de extra straf die de indieners nu voor de misbruikers van minderjarige slachtoffers van mensenhandel introduceren daar in voorkomende gevallen bovenop komt. Is dit ook de visie van de indieners? En hoe ziet de minister dit? Voorzitter, de Partij van de Arbeid ontvangt ook graag de visie van de indieners op het aspect dwang in relatie tot minderjarigheid. Zijn de indieners van mening dat een misbruiker toch veroordeeld kan worden op basis van artikel 273 G lid 2, ook als er geen bewezen verklaring van alle bestanddelen van artikel 273 F eerste lid onder 1 is? Dit omdat dwang geen noodzakelijk bestanddeel is om mensenhandel met betrekking hebbend op minderjarigen te bewijzen. Ofwel, zonder dwang is er bij minderjarigen die uitgebuit nog altijd sprake van mensenhandel, toch? Vraag ik de indieners. Wij ontvangen ook graag de visie van de minister hierop. Voorzitter, die twee klanten van het 17-jarige meisje, kregen 1 en 2 dagen cel die zij een voorarrest al hadden uitgezeten. Dit terwijl 4 jaar cel mogelijk is. Zelfs de klant die wist dat het meisje minderjarig was en ook nog onder dwang werkte, kreeg maar 2 dagen cel. En in de zedenzaak in Valkenburg zien we vergelijkbare straffen, evenals in andere zaken. Ook het OM maakt zich zorgen over de lage straffen voor klanten van minderjarige prostituees, zo zei landelijk officier mensenhandel Werner ten Katen. Aan de indieners van de wet vragen we of zij vrezen dat hun wet door rechters op eenzelfde manier toegepast zal worden. Hoe is te voorkomen dat rechters misbruikers van slachtoffers van mensenhandel straks 1 dag cel geven voor het misbruiken van een slachtoffer van mensenhandel? En aan de minister vragen we de mogelijkheden op een rij te zetten om het OM en de rechtelijke macht te doordringen van de wens van de wetgever op dit punt. Lage straffen zien we immers terug bij veel delicten rondom mensenhandel. En hoe kan die trend nu omgebogen worden? Voorzitter, de Partij van de Arbeid maakt zich dus zorgen over die lage straffen, maar in ieder geval zijn straffen opgelegd. Wat nu als het meisje 18 was geweest, voorzitter? Dan hadden de klanten, de misbruikers van een meisje dat onder dwang seks heeft, geen enkele straf kunnen krijgen. Juist dat willen de indieners met deze wet veranderen en daarom is de Partij van de Arbeid positief over dit initiatief. Interruptie van mevrouw Helder. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, want bij zoveel uitlokking over lage straffen, dan komt bij mij altijd weer de vraag op, waarom is de PvdA dan tegen minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven? De heer Van Laar. Voorzitter, het is aan de rechter om een straf op te leggen. Het is ook niet aan ons om daarin te wegen. Maar waar je een onderscheid toe moet maken is een individuele zaak waarin de rechter misschien besluit 1 dag cel op te leggen en een structureel patroon. En als er een structureel patroon is wat afwijkt van de wens van de wetgever, dan zit daar wel een spanning tussen. En die kan je adresseren en dat doen we in deze. Vervolgvraag van mevrouw Helder. Ja, voorzitter, die spanning zit er. Die heeft de nationaal rapporteur mensenhandel ook al gesignaleerd. En dat staat in haar laatste rapport. De straffen voor mensenhandel gaan omlaag. Daar waar de politiek in 2013 heeft aangegeven dat ze die omhoog wil. Dus dat signaal is er. En als je dan serieus wil zijn en ook echt daar wil dat mensenhandelaren en daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven gestraft worden, dan maak je als wetgever gebruik van de bevoegdheid die je hebt om een wet vast te stellen, zodat de bandbreedte van de rechter nog altijd blijft, zodat ze individuele zaken kunnen afwegen, maar dat ze dan in ieder geval een ondergrens hebben waarvan de wetgever in een democratisch proces heeft aangegeven dat dat de ondergrens zou moeten zijn. Uw vraag deelt de heer Van Laar dit.
Voorzitter, in zekere zin is die minimumstraf er ook, want ze moeten een celstraf opleggen. Daarom leggen ze ook 1 dag op. Maar het is aan de rechter om te bepalen hoe lang die straf is. Juist in individuele gevallen kan die afwijking nodig en mogelijk zijn. Door minimumstraffen te introduceren, introduceer je een nieuw onrecht of een mogelijk onrecht. Dus dat moet je niet doen, maar je kan wel de kwestie adresseren en dat doen we ook. De heer Van Laar vervolgt zijn betoog. Ja, kijk, als je dat eenmaal toestaat, dan hellend vlak is dat, hè? Maar mevrouw Helder, u mag uw volgende interruptie plegen. Dank u, voorzitter. Maar dan kan ik u van dienst zijn, want ik maak er niet helemaal gebruik van. Want ik kom tot een afronde conclusie dat de PvdA duidelijk genoegen neemt met 1 dag. Dat trappen we natuurlijk niet in. Voorzitter, in Caribisch Nederland waren de daders al vrij uitgegaan. Daar is het hebben van seks tegen betaling pas strafbaar bij meisjes onder de 16 in plaats van onder de 18, zoals in Europees Nederland. Er zijn verschillen tussen het wetboek van strafrecht voor Nederland en de BES-eilanden die wij niet goed uit kunnen leggen. Artikel 286f van het wetboek van strafrecht voor de BES en artikel 273f van het wetboek van strafrecht van Nederland verschillen op 3 belangrijke punten van elkaar. En de indieners hebben op onze vragen geantwoord dat we de eerste 5 jaar nadat de BES-eilanden zich bij Nederland hebben gevoegd, terughoudend moesten zijn om wetten verder aan te passen. Maar, voorzitter, deze 5 jaar zijn vorige week verstreken. Is het dan niet passend om met deze initiatiefwet ook de meest in het oog springende verschillen tussen Europees en Caribisch Nederland weg te werken? Of, voorzitter, is de minister hier wellicht toe bereid? De Partij van de Arbeid denkt in ieder geval aan het wegwerken van 3 belangrijke verschillen. In Caribisch Nederland wordt minderjarigheid gedefinieerd als 16, niet als 18, zoals hier in Europees Nederland. En door deze bepaling zouden die klanten van het 17-jarige meisje dus niet strafbaar zijn geweest. Bovendien worden in Europees Nederland personen bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt gelijkgesteld aan minderjarigen. En daarmee ook strafbaar. Dus de vraag is of we dat niet gelijk zouden moeten trekken. In het wetboek van strafrecht van Nederland geldt ook het gebruik van geweld als verzwarende grond, net als het plegen van met meerdere personen en een minderjarig slachtoffer. Die laatste 2 zijn wel hetzelfde, maar het gebruik van geweld als verzwarende grond zien we in Caribisch Nederland niet. Is dat ook niet een optie om dat gelijk te trekken? En, voorzitter, in de BES juist weer wordt een extra verzwarende straf van 18 jaar geïntroduceerd voor feiten die met beide verzwarende gronden, in zich dragen. En in Nederland zien we die bepaling niet. De Partij van de Arbeid hoort graag van de indieners en de minister of ze deze verschillen ook zo graag weg willen werken. En zo nee, waarom niet? Voorzitter, tot slot is al even, er is door een aantal mensen ook gesproken over de legale sector of de vergunde sector. En daar denk ik dat een nadere toelichting ook wel op zijn plek is. Want wat heeft een klant van een prostituee in de vergunde sector nu te vrezen van deze wet? Wanneer is een klant van de vergunde sector, kan je die nu nog aanspreken op een redelijk vermoeden, etcetera. Want dat is wel duidelijk, denk ik, dat de indieners daar nog verduidelijking moeten geven. Voorzitter, als de initiatiefwet wordt aangenomen, kunnen de klanten van 17- en 18-jarige meisjes, van jongens, van mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, harder worden aangepakt. De wet geeft het OM de mogelijkheid om een meer passende straffen te eisen en rechters om die op te leggen. En de Partij van de Arbeid hoopt dat zij die kans grijpen als deze goede wet eenmaal is aangenomen. Hartelijk dank, voorzitter. Dank u zeer. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik dank u allen voor uw inbreng, belangstelling, betrokkenheid en ondersteuning. Ik schors deze beraadslaging. Het vervolg in de vorm van de eerste termijn van de zijde van de initiatiefnemers zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden. En gelet op het tijdstip waarop ik deze vergadering mag sluiten, wens ik u allen een ontspannen avond, uur, avond met een D. En voor straks een gezegende nachtrust, alsmede een goed reces. Ik sluit deze vergadering.